You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. Jawel, jij, ik, wij allemaal blij door de Nerd Culture tune die je net hebt gehoord. Want je weet sowieso wat dat betekent. Sowieso, en niet alleen de Nerd Culture intro. Ook de inhoud van deze show. Het is namelijk een speciale aflevering. Volgende week hebben we echt een speciale aflevering. Want dan is het de 50ste aflevering waar we een soort van celebrational item hebben. Die we aan het voorbereiden zijn. Jubileum, bijna een jaar. Ik denk precies een jaar, want ik denk dat we dat max 2 of 3 hebben overgeslagen. Ja, dat is toch knap dat we onze paarse podcast baby inderdaad gewoon bijna elke week van het jaar doen. En dan gaan we vieren. Ja. Bijvoorbeeld ook met een anime special die we dan hebben. Yep, die was uitgesteld natuurlijk vanwege Storm Eunice, maar die vindt nu volgende week plaats. Ja, maar dat is super speciaal. Maar ook deze aflevering is wat mij betreft mega speciaal het item wat we aan het eind gaan bespreken, de film. En daarvoor zijn we ergens geweest. En voor de luisteraars, we gaan nu eventjes kijken naar een itempje, dus bear with us. Why do you lie? If you want justice, why do you lie? Please don't lie. Dat bedoel ik. Deze man is heel weird. Jelle, ik heb 3 vragen voor je. 3? Waar zijn we? Wat gaan we doen? En wordt 2022 het allerbeste superhero filmjaar ooit? We zijn in de Bijlmer voor de Pathé Arena. Want we zijn hier voor het heugelijke feit wil dat we eindelijk weer naar een fucking première mogen. The Batman gaan we bekijken. Ik heb er heel veel zin in. En 2022 wordt denk ik niet het vetste superhero jaar ooit. Vanwege de pandemie tel ik nog een klein beetje No Way Home ook na dit jaar. En als we dan kijken, we krijgen nog Multiverse of Madness. We krijgen nog Thor Love and Thunder. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, deze stond echt heel hoog op mijn lijstje. Ja. Het is natuurlijk een reboot. Ik weet nog de eerste keer dat er werd aangekondigd dat Robert Pattinson de hoofdrol zou vervullen. Ik had echt zoiets van, really? Is dat een Batman? Maar ik heb de teaser trailers gezien, ik heb de trailer gezien. Hij heeft me wel overtuigd. Zeker weten. Zullen we gewoon naar binnen gaan om die film te checken? Yui is ook mee, die staat er te filmen. Die is denk ik nog het meest excited van ons allemaal. En laten we de film gewoon gaan checken. Mijn verwachtingen zijn torenhoog. Dit wordt in mijn ogen de Batman film waar ik heel mijn leven al op wacht. Dit wordt vet. Hoop ik. I've been trying to reach you. Pardon God! We zijn inmiddels echt 5 uur en 23 minuten verder. We hebben Matt Reeves The Batman gekeken. Je bent 4 keer wezen plassen ook. Ik ben zeker 4 keer wezen plassen. Het was je bier niet halen. Te houden. Nee. Ik moest echt zo nodig plassen. Er gaan heel veel gevoelens door me heen. Ja. Typen waar ik voor in de studio. Maar wat gaat er door jou heen? Ik ben zo fucking enthousiast. Ja? Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Ja. Ja. Dit was helemaal, ja, we hebben het er net al heel even kort over gehad. Dit was helemaal mijn Batman. Het voelde als een detective film. Ja, maar tegelijkertijd, elke klap die Batman uitgeeft, ik voelde raak. Als ik 1 ding moet zeggen, action scenes waren on point. Vooral alle gevechtscènes. Nee, trouwens gewoon alle actiescènes. Ja. Je voelde haast de pijn. Hey, ja, er was één, die zat ook in de trailer, dus ik kan wel iets. Er zat een chase scène in, die vond ik een beetje iffy geknipt af en toe. En er zit 1 dingetje in dat uiteindelijk, de payoff was amazing, maar hoe het gebeurde was een beetje cringe. Ik zie het door de vingers. Ja, ik ook. Alles. Ik kan daarmee leven. Hey, er zijn altijd 2 personages die je moet beoordelen. Ja. Bruce Wayne. Zien we weinig eigenlijk in deze film. Maar dat vind ik vet. We hebben het over de Dark Knight, veel in het licht. En het feit dat we zo weinig Bruce Wayne zagen was eigenlijk wel cool. Want het zijn zijn beginjaren. Ja. Hij heeft er al 2 jaar op zitten. Ja, maar in de comics zie je ook wel dat hij zich dan zo erg toewijdt aan Batman. Dat hij vergeet dat hij ook nog zijn Bruce Wayne persona moet. Heel eerlijk, dat vond ik juist echt fucking dope aan Ben Affleck's Bruce Wayne, moet ik zeggen. Ben Affleck's Bruce Wayne, hij was verbitterd. Hij had niets meer in zijn normale leven. Hij leefde eigenlijk alles uit op het pijn doen van villains. Ja, ik weet het niet. Ik vond zijn Bruce Wayne, de keren dat we hem zagen, voelde gewoon niet echt als de Bruce Wayne die we in alle andere films hebben gezien in ieder geval. Nee, zeker niet. Het is niet de biljonair playboy zoals we hem in Nolan's films hebben gezien. Miste ik wel een beetje, moet ik zeggen hoor. Ja, ik denk dat dat nog gaat komen. Hij is nu gewoon vol in. Je merkt gewoon aan alles. Hij zit vol, hij is gewoon addicted to being Batman. Ik heb wel het idee dat hij meer zichzelf heeft gevonden, richting het einde. Dus precies wat je zegt, die filantroop, die mooi boy. Ik denk dat dat nog wel inderdaad... Nou, ik denk dat hij gaat zien dat de stad ook dat nodig heeft. En dat ook Batman dat nodig heeft om een soort van sane te kunnen blijven. Gotham heeft Bruce,
en Batman nodig. Precies. Ik besef me nu ook dat we weg zijn gelopen, ervan uitgaande dat er geen after credit scene is. Oh, heel simpel, voor mijn gevoel. En dit voelde een beetje zoals old school Marvel, echt old school Marvel ja. films. Hè? Hmm. De before de MCU. Ja, voor de MCU. Als in de post credit scene zat gewoon aan het einde. Ja, een beetje wel, ja. Nog dus, voor de credits. Het is, dat klopt. We zagen ineens iemand waarvan ik heel graag wil weten welke acteur het was. Nog één ding, want wat ik echt... Die wereld was zo fucking grimmig. Het was zo stylistisch gedaan. Nou, ik moet zeggen, ik zat toch wel een beetje tijdens de film. En dat veranderde nogal richting het einde. Ik had de hele tijd van... Oké, het is niet mijn normale type cinematografie waar ik echt over val. En dan heb ik het over de Ridley Scott, dan heb ik het over de Denis Villeneuve. Die hebben een hele eigen stijl ook wel, maar toch iets wat iedereen verwacht. Ja. Hier had ik dat op het begin, denk Ja? Maar nee, op het begin. Nee, ik vond het... En uiteindelijk had ik echt zoiets van, nee, dit is perfect. Het is gritty, ja. Het is juist niet mooi, het is niet opgepoetst, het is niet clean, het is niet slick. En zo zien de shots er ook niet uit. Nee, maar ik had juist op het begin, het voelde heel erg comic. Ik heb hem ook vast, The Long Halloween. Dat heeft dat rauwe, het heeft dat noir randje, maar toch, ja, het zijn inderdaad misschien niet visueel de meest mooie shots, maar wel zo sfeervol. Krachtig, ja. Elk shot is, af en toe waren dingen niet scherp en zo, maar in de beste manier mogelijk. Ik hoopte er al op. Dit is de Batman waar ik echt op zat te wachten. En weet je, we maakten ons een tijdje geleden zorgen toen ineens hoorden hij is PG-13. Had dit niet R-rated moeten zijn? Ja. Ik denk dat dit van alle Batman films is die ik ooit heb gezien... Dit was op het randje. Dit was heel erg op het randje. En het was ook... Het was meer dan grimmig genoeg. Er had geen bloed bij hoeven ook. Het was... Nee, ik denk dat dit een van de meest grimmige Batman's was. 100%. Ik vond hem nog grimmiger dan de Dark Knight trilogy. De villain... Van tevoren ook een beetje bang, zitten er niet te veel characters in. En het heeft juist precies wat de comics ook vaak hebben. Er zijn wel af en toe super grote characters die dan ineens voorbij komen. Ja. Maar die hebben ook geen huge backstory nodig. Je begrijpt meteen wie ze zijn, wat ze daar doen. Nou, daar ben ik echt heel opgelucht om. En je ziet ook, er zitten inderdaad veel personages in. Maar, en ik denk dat we daar wel redelijk van uit kunnen gaan, dit is een opzet voor een nieuwe trilogie. Ik hoop, van mij mag het een tienologie worden. Ik vond... Man, ik ben zo enthousiast. Al met al, als je nog één ding wil meegeven aan de mensen thuis... wat je hier hebt meegemaakt vanavond, let them know. Dit is de Batman waar ik heel mijn leven op heb gewacht. Het is een super vette film. Misschien voor sommigen een beetje traag. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Nou, het mag voor mij iets sneller allemaal. Maar intriges, detective, keivrede actie. Ga het gewoon checken. Gaan wij terug naar de studio. Hey, old school. Die wisten, we hadden zelf de video nog niet gezien. Vroeg me al af, want hij zat al de hele avond. Ik ga de... Ja, ik wil hem ergens doen. Ja, ik wil hem ergens doen. En ik kwam hem niet tegen, maar hier dus. Ja. Helemaal op het einde. Je hebt net gekeken en geluisterd eventueel naar de eerste indruk van Yui. Die soort van, we zouden eerst met z'n tweeën naar deze première gaan. En hij was helemaal verbitterd en wel verdrietig. Hij zei van, really, wat kan ik doen om in jouw plaats te mogen? Hij was echt een soort van... Niks wat je kan doen. Maar hij is misschien dan ook wel de grootste Batman van de redactie. Dus, maar uiteindelijk heeft jij deze spot voor hem geregeld. En dan hebben we hem ook eventjes zijn eerste indruk laten doen. Ja, bedankt aan Warner Brothers ook daarvoor, want het waren er eigenlijk maar twee. Ja, en ja, je hoort zijn enthousiasme. En het is nu, wat is het, 5 dagen later dat we dit opnemen, dat we de film gezien hebben. Ik heb nog steeds... Ik heb hem even moeten laten bezinken, want dat vind ik altijd zo lastig. En dat merk je ook bij de E3. Want dan moet je gewoon on the spot meteen je mening geven. Ja. Analyseren wat je hebt gekeken, terwijl er zoveel op je af is gekomen. En ik denk nu toch al wel over een aantal dingen iets anders dan toen. Ik niet. En dat is het ding. Ik ben nog steeds een soort van. Ik zit nog steeds in een roes van die film. Maar daar gaan we het straks over hebben aan het eind van de aflevering. Zoals je dat gewend bent. We doen er eerst even wat nieuwtjes. Dit was spoiler-free natuurlijk. Ja. Op het einde bespreken wij hem ook nog even. En ik denk dat het al wel heel snel een spoiler-territory zal gaan bevinden. Dus, ja? Ik denk het wel. Ik kan het spoiler-vrij hoor. Maar we hebben hem hier al spoiler-free besproken. Ja, en dit was een korte, bondige versie van. Maar er zijn zo belachelijk veel dingen over die film te vertellen en te zeggen. Dus dat gaan we aan het eind doen. Laten we eerst even onze normale gang van zaken. Je hebt de 455 Spotify reviews. Bijna. Van 5 sterren. Bijna, 454. Je... We hebben deze week geen nieuwe Apple reviews. Hey, wat is dat? Maar dat Spotify kan niet, hè? Keeps stepping up, man. Hoe hard dat omhoog vliegt nu. 454 reviews. Vorige week waren dat er 433. Ja, review. En nog steeds strak beoordeling. 5.
sterren. 5 sterretjes. 5.0. Je favoriete nerd podcast op je, ook op Spotify tegenwoordig. Dankjewel jongens. Jullie helpen ons daar echt enorm mee. Ja. Nieuwtjes? Ja. Jij bent blij met Jon Favreau, die een nieuw gigacontract heeft getekend bij Lucasfilm. Ja, ik denk toch wel dat Jon Favreau een beetje... Je Favreau is. Nee, niet zozeer. Maar de beetje de shining light beacon is binnen dit Star Wars universum. Er gaat natuurlijk een boom mis bij Disney Star Wars. Ik denk dat we ja, maar dat zeg jij altijd, hè? Ja. Maar ook dat is soort van, als je het bekijkt in de laatste 10 jaar, dan is dat zeker gebeurd. Maar als je kijkt naar de laatste, tot vanaf bijvoorbeeld de laatste, wat is het, deel 9, Rise of Skywalker of wat dan ook. Ja. Vanaf daar, dat is ook alweer 3 jaar terug. Ja, in de laatste 3 jaar is er niet zoveel fout gegaan. Ja, kijk, het ding is, ze zijn nog een beetje stuurloos. En waarom zeg ik Shining Light of Beacon of Light, Dave, moet ik zeggen? Uncle Dave dan ook. Ja, zeker weten. Maar Dave zou altijd wel nauw betrokken zijn geweest bij Star Wars producties. Het is vooral Jon Favreau die iedereen heeft weten te verrassen. Ze zijn nog een beetje stuurloos en ik zeg ze zijn een beetje stuurloos omdat, weet je waarom? Rogue Squadron. On hold indefinitely, ja, natuurlijk. De trilogie van Rian Johnson, die al was aangekondigd. On hold. Ja, weet je, vooralsnog indefinitely. Weet je wat er gebeurt? Dat zat ik namelijk net toen ik... dit is sowieso straks. Nieuwtjes zijn heel erg HBO-minded. Die gasten zijn echt aan het knallen. Ze gaan natuurlijk ook launchen volgende week. Nou. Ja, maar ze zijn echt heel erg aan het huishouden. Dus veel van de nieuwtjes gaan daarover. En natuurlijk DC zit bij Warner Brothers. Dus krijg je dat. En... wat ik toen dus merkte, toen ik een beetje die nieuwtjes aan het uitzoeken was, is dat er is dus iets gaande en dat Star Wars heeft dat. Marvel heeft dat nog het minst. Die hebben vanaf het begin denk ik een hele duidelijke lijn getrokken in wat ze wilden gaan vertellen de aankomende 15 of 20 jaar, ja. Denk ik. En ik denk dat nu ook gebeurt bij Star Wars. Nou, dat. En ook bij DC begint dat nu te komen. Door HBO. Ja, nee, daar ga ik je straks dingen voor laten zien. Ja, namelijk, ik zag inderdaad al wat klaarstaan. En ja. Dat is overweldigend om het zomaar heel even Maar dat zijn dus 3 hele grote partijen al. En ik denk dat er veel meer partijen zijn. Dus dat Star Trek, precies dat. Yep. Precies hetzelfde. Iedereen is een... Cinematic Universe aan het bouwen. Ja, en dat lijkt nu... Marvel doet het al heel lang heel goed. En dat lijkt nu ook bij andere partijen te gaan lukken. Hetzelfde hebben we gehoord bij DC. Een paar keer. Ik weet niet of ik het ermee eens ben met wat je zegt. Nee? Want ik denk, ik denk juist dat begint DC het tegenovergestelde nu doet. Omdat ze hebben geprobeerd... we komen er straks op terug en dan mag je het uitleggen. Ja. Maar ze hebben natuurlijk geprobeerd heel erg de Marvel Cinematic Universe na te doen. Mm-hmm. Dat is echt hopeloos gefaald. Weet nee, je? En ik denk dat de Justice League, de originele Justice League, daar echt de posterboy van is. en dat ze juist, tenminste dat heeft mij geraakt, juist die fucking films die standalone zijn. Weet je, het hoeft niet onderdeel te zijn van een grote universum. The Joker hebben we daarvan gezien. Ja. Ik vond het een super vette film. Ondanks dat hij misschien niet bijzonder origineel was. In de context van superheroes vond ik hem heel erg vet gedaan. En uiteraard Matt Reeves, de Batman die we nu hebben gehad. Ja. Maar ook de nieuwe Suicide Squad. Ja, het kan onderdeel uitmaken van het grote DC Universe. Heeft het nog niet echt, natuurlijk. Nee, maar en dat is een beetje het ding. Dat is natuurlijk maar net de je kan een cinematic universe creëren als zijnde. Het is alle films die zitten spelen zich af in één bestaand iets. Ja. Universum, ja, het zijn dus multiversen tegenwoordig. Ja. Het is moeilijk om het universum te gebruiken. Maar of er is een plan van de studio's om bepaalde dingen te doen. En ik vind dus dat DC, en nogmaals, we moeten zo weer terug naar Star Trek, maar want daar begon dit. Dat DC nu heel erg ook wat Star Wars. Star Wars. Je weet dat ik het altijd door elkaar haal. Letterlijk. Maar dat DC nu ook begint te snappen dat je het ook op een comic book manier kan doen. Dus dat niet alles in één universe... losse issues. Zeg maar, dat is wat ze aan het doen zijn. Ja. En sommigen hebben wel tie-ins, sommigen niet. En het wordt moeilijk uit te leggen straks. Maar ik zie ze naar dat pad migreren. Maar daarom zeg ik, ze doen bijna tegenovergestelde van Marvel. Want ja, Marvel moet alles onderdeel zijn van de MCU. En dat is ook wat het kracht geeft. Hè? En dat is ook waarom... Precies. Ook al heb jij misschien zoiets van... Ant-Man vind ik helemaal niet cool.
Maar ja, ik moet het wel gaan kijken. Ja, weet want je? Er zitten straks een paar nuggets in die ja. belangrijk zijn voor. Ja, en DC heeft dat niet. En ik denk dat we hebben het op een gegeven moment geprobeerd. Ja, en we hebben een paar afleveringen geleden hebben het ook gezegd van ja, maar oké, dan wil je de Reeves filmverse, Batmanverse doen, een Batverse. We hebben al de Zack Snyder, de Snyderverse. We hebben al dit, we hebben al dat. We hebben de Arrowverse. En nu ik de Batman gezien heb en wat daaruit voortvloeit, zie ik ineens dat er meerdere verses zijn en kan ik dat hebben? Ik denk ook namelijk bijvoorbeeld die Suicide Squad. Het is niet een groot onderdeel van de DC Universe, maar ik denk dat het wel meer een onderdeel wordt van een Suicide Squad Universe. Ik bedoel, dat zien we al met Peacemaker. Ja, maar nou, ik had eerst, we hebben het echt, nou echt twee weken geleden of vorige week nog over gehad, ook met Huey, dat je hebt de Arrowverse en de dit en dat. Ik heb zoiets van, maar waarom is er niet gewoon een eenduidige noemer? Omdat je daarvoor, je merkt gewoon misschien heeft dat met de karakters te maken of juist de hele verschillende stijlen van de films ook. Ja. Het matcht gewoon niet met elkaar, dus laat het los. Ja, en daar ben ik nu. Door de Batman. De Batman heeft me over die streep. Want vorige week heb ik echt nog gezegd, vind ik niet tof. Ja. En nu snap ik het volledig. Ja, nee, ik ben er heel zeer over te spreken. Ja, maar komen straks maar Star Trek. Star Wars. ik zie een beetje, en ik kan het nog niet benoemen, maar ik zie inderdaad ook dat zij, dat je zegt van gelul en Rogue Squadron ophold. Nee, ze zijn dus aan het kijken, oké, maar hoe gaan we nu dan, hoe gaan we het wel doen? Want we hebben al deze dingen bedacht. Misschien werkt dat niet helemaal meer. We moeten onze laatste trilogie redeemen. Dat kunnen we misschien doen door Mando. Weet je, de verschillende dingen van oké, laten we ons nu focussen op iets. En een story bouwen die zich langzamerhand uitbouwt. In plaats van gewoon deze shows gaan we nu maken. Ja, maar Star Wars, net zoals Marvel eigenlijk. En dat begint natuurlijk wel steeds minder te worden door Disney Plus. Maar Marvel draait eigenlijk alleen maar om films. Series zijn er echt pas later bijgekomen. Pas vanaf Disney Plus zijn die echt... En daar hebben we ook niet heel veel van gehad. Ik bedoel, we hebben WandaVision gehad, we hebben Loki gehad. En Captain Falcon en The Winter Soldier hebben we gehad. Captain Black Falcon en de Emo Soldier. Maar ik bedoel, dat zijn de drie. Maar daarvoor was het echt alleen maar fucking films. What If hebben we nog gehad. Netflix. We hebben er nog een gehad voor. Maar dat is allemaal recent in de afgelopen 2 jaar, weet je wel. En daarvoor hadden we die Marvel Netflix bullshit. Maar weet je, dat deed het niet voor mij. En Star Wars, weet je, dat draaide ook om de films. Maar bij de films hebben ze nu echt geen idee welke kant ze op moeten. Echt geen idee. Ja, dus ik denk dat de series, en dus Dave Filoni en vooral Jon Favreau, die zijn nu gewoon een footprint aan het neerzetten. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat met The Mandalorian is het meest succesvol gebleken natuurlijk. En niet zozeer alleen qua kritisch succes, maar vooral ook qua merchandising. Dat is waar fucking Star Wars om draait natuurlijk. Iedereen heeft een Grogu natuurlijk. Iedereen heeft een fucking Grogu. Of je naast Star Wars cool vindt, iedereen kent Baby Yoda. Ja. En ook mensen die Star Wars niet kijken, vinden Baby Yoda fucking cute. Ja, weet je wel? Dat is goed gedaan. Dat is super goed gedaan. Ja. En dat is ook hoe fucking ik wil ook zo'n geld heeft verdiend. Zo'n leren coltrui jas wil ik ook gewoon daardoor hebben. Ja, nee, maar ik snap het volledig. Ja. En in principe had hij alleen maar een contract gekregen om alleen 1 seizoen de Mandalorian te doen. Maar dat is schot in de roos gebleken. En je merkt nu wel, nu heeft hij een gigantisch groot contract gekregen, veel meer invloed gekregen. En je merkt toch wel, hij begint te leiden, de kapitein te worden op het schip. Terwijl dat Kathleen Kennedy natuurlijk zou moeten zijn. Die mag zich lekker bezig gaan met de fucking financials en doen waar ze goed in is, want ze is goed in dingen. Weet je wat het is? Het feit dat Jon Favreau daar is. Is ook haar verdienste natuurlijk, weet je wel. Helemaal mee. Of hij dat nou agressief heeft gedaan, ja of nee? Hij is niet agressief. Hij is de minst agressieve doet ooit, denk ik. Ik denk dat hij heel business savvy is. Ik denk dat hij gewoon bezig is met een hele goede powerplay. Wat is de deal precies? Weet je dat? De deal is om gewoon meer seizoenen te maken en het universum verder uit te bouwen. Dat zien we nu ook met al die fucking shows. Nee, ik denk dus echt dat jij zegt gerommel en ik heb zoiets van, ze hebben gewoon een paar van die shows on hold gezet, zodat Dave en John the way kunnen paven. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dus dat ik vind dat niet rommelig. Ik vind dat een... Nou, jij zegt van het rommelt. Ik vind het juist dat ze dat... Ja, het rommelde. En ze hebben nu gewoon gezegd van een paar dingen gaan gewoon on hold. Nee, want ze weten het nog steeds niet. Alleen John en moet het nu bedenken. Ik denk alleen dat nu de fundering wordt gelegd. Mm-hmm. Want ik denk dat bijna iedereen zich wel... Ja, niet iedereen, want de meningen verschillen. Maar dat heel veel mensen zich in ieder geval kunnen vinden in de weg waarin hij is ingeslagen. Ja. Dat is een weg van nostalgie. Het oude eren en niet wegflikkeren. Ja. Maar ook een nieuwe kant op durven te gaan. Ja, echt wat dingen durven, ja. Ja, en
Ja, we gaan zien of dat gaat werken. Maar ja, ik hoop dat, dat hij... Ja, ik denk dat het nieuwe begin is. Dus ja. dat we over een jaar kunnen zeggen dat het niet meer rommelt. Dat denk ik echt. Ja, want Star Wars heeft zijn DC-momenten gehad nu gewoon. Zeker. Zeg maar die hele, hele Batman vs. Superman en Justice League. Die hele storyline voelt voor mij als een sequel trilogy, weet je wel. Ja. Weet je, het is groot, maar het fell flat. Ja. Ja, nee, maar dan betekent dat er ook een Snyder Cut kan komen van de laatste drie Star Wars. Nou, zeker nog, daar is ook een, hoe heet het, sowieso die J.J. Abrams cut, die schijnt wel waar te zijn. Van Rise of Skywalker. Ja, één, maar je wil natuurlijk gewoon, je wil een edit zien van 7, 8 en 9 samen. Ik denk nog niet dat dat te doen is, want die zijn niet op elkaar afgestemd. Nee, which is shit. Misschien moeten we dan dus de middel cancelen. Maar laten we hopen dat ze er gewoon van hebben geleerd. En hopelijk zien we een mooie Star Wars toekomst tegemoet. Want ook was de boek of Boba Fett niet cool. Boba T. Ik heb wel het idee dat ze luisteren. Triple Boba. Geval. Sorry, ik kan niet als ik Boba Fett, dan kan ik alleen maar denken aan Boba T. Denk jij dat we nog die Power Rangers gaan zien in de volgende Mando Season 3 of wat dan ook? Ik denk het niet. Nee, ik denk dat het klaar is. Ja. Dat is voor de Gen Z, hè? Even de Gen Z erbij poelen. Oh cool, eigenlijk de millennials van Star Wars. Of gewoon de Power Rangers millennials. Ja, ik denk dat we die niet meer gaan zien. Ik denk dat ze zoiets hadden gebeurd. Oké, want dat is wel echt de strategie van Kathleen Kennedy. Het moet voor iedereen zijn plaats van... Vind ik niet per se slecht. Nou, maar John Favreau kan dat ook. Gewoon zoiets van, ja, maar John Favreau maakt fucking Disney films en shit. Ja, zeker. Dus maar, hij kan dat. Maar hij heeft zoiets van, ik wil iets voor Star Wars fans maken. En ze heeft, nee, het moet voor iedereen zijn. En het probleem daarmee is dat je dan compromissen gaat maken op de source material... die juist hetgene wat men tof vond bij de Star Wars fans... dan niet meer helemaal overeenkomt met wat het nu is geworden. Nee, fair. Maar we gaan het zien. Ik vind dat we lekker bezig zijn. 27 minuten. We zijn een item en één nieuwtje verder. Maar we zijn hier fucking nerd knowledge aan het droppen, vind ik. Ook al zit ik hier zelf over mezelf een beetje te zeggen. Maar ik credit het nu vooral aan jou. Je hebt Star Trek gezegd al. Ja, maar dat weet iedereen die Nerd Culture luistert, 49 afleveringen al, dat ik dat letterlijk elke keer flip. Want als we het straks over Star Trek gaan hebben, wat niet trouwens in deze episode zit, maar dan zeg ik altijd Star Wars. Maar eerst eventjes twee Marvel nieuwtjes voor de mensen die dat niet leuk vinden. Zijn het er maar twee, want het is voor de rest DC heavy. Ik ga zo kort behandelen, want een Loki schrijver, Michael Waldron, die was onze held Kevin Feige aan het testen. Ja. Die was dingen aan het schrijven in, wat was dit, Loki. En die had letterlijk bedacht, gewoon, maar niet letterlijk omdat hij het erin wilde hebben, maar gewoon om te kijken hoe... Ik had zoiets, hè. Maar dat ben is je, smart, hoor. Maar smart en ook gewoon ballsy. Dat je zegt van, oké, er is een armadillo met een laser op zijn rug. Ja. En op een gegeven moment is female Loki, die trapt hem echt de ballpark out. Ja. En gewoon een beetje in een klein detail soort van erin geschreven om te kijken of Kevin Feige nog scherp was. En die zei inderdaad van, ja, er gebeuren leuke dingen aan, maar die armadillo shit, dat is weird. Je merkt het wel. Kijk, en bij Marvel is dat niet zo prominent aanwezig al gebeurd ook, hoor. Maar bij Star Wars is het bijvoorbeeld heel veel creative differences met upper management en de regisseur, weet je wel. Ja. En dit is denk ik inderdaad wat hij zegt, want hij gewoon extreme dingen erin schrijven in het originele plan. En dan kijken wat wel of niet mag. Want dan kan je ook in de toekomst verder bouwen. Dat betekent toch dat je een hele toffe, safe work environment hebt. Als je gewoon een beetje balsy durft te doen. Rare dingen durft te doen. Om te kijken of het creatively werkt. Of niet. En ik ben blij dat het werkt. Want hij heeft dus hij is medeverantwoordelijk ook voor Loki. En als je de verhaallijnen, de karakters en ook de manier waarop ze het universum uitbouwen. En hoe de multiverse werkt. En hoe tijd werkt. Ja. Ik vind het perfect gedaan. En hij werkt dus ook aan de Multiverse of Madness. Schrijft hij ook aan mij. Vet. Maar ja, dat bedoel ik. Dat is vet. En dan gaat hij dus ook gekke kleine detailtjes waarschijnlijk erin brengen. Maar ik vind het dus vooral, vond ik dit heel cool, dat Kevin Feige gewoon zoiets zei van, oké, heel veel van je shit is amazing, maar dit is bullshit. En dat hij ook letterlijk onze bullshit gecalled werd. En toen zei hij ook van, ja, dat is ook letterlijk, ik heb dit erin gestopt om te kijken of je mijn bullshit zou uitkallen. Ja. Dat heeft hij gedaan. Dus dat vond ik heel vet. Ja, nee, super vet. Ik denk een volgende nieuwtje geeft. Sluit daarop aan, toch? Ja, ook een mooi inzicht in hoe het werkt. Bij Marvel Studios. Ja, nou ja, of eigenlijk bij directors. In Hollywood, I guess. Ja, maar dus wel wanneer ze zich op hun gemak, denk ik, voelen of zo, om dat te doen. Want Taika Waititi, die zei... Ik denk dat die man zich overal op zijn gemak voelt. Ik denk dat het onmogelijk is om Taika Waititi ongemakkelijk te laten voelen. Ik denk dat dat niet... Ja, of hij voelt zich denk ik altijd ongemakkelijk. Dat zijn kracht is. Dat hij zich altijd... Ja, het is inderdaad het soort van... Maar die kan je ook niet ongemakkelijk laten voelen. Nee, daarom. Dat is inderdaad heel grappig. Want die
zei letterlijk in op alles ja in de eerste onderhandelingen voor Thor Ragnarok. Ja, want hij was zelf nog niet overtuigd van dat hij de man hiervan zou zijn, zeg maar. Omdat qua zijn eigen reputatie en naam. Hè? Ik bedoel, hij was wel van overtuigd dat hij deze film kon maken. Ja. En hij was dus inderdaad op bezoek geweest bij Marvel Studios. En zijn tip aan mensen die hetzelfde dromen als wat Taika Waititi natuurlijk doet. En dat is flink aan de weg timmeren. Oh yes! Dus fake it till you fucking make it. Of course, en yes! Alles wat de studiobazen zeggen, zeg gewoon ja erop. Ja. En fuck it, wanneer je erin zit. Dan, dat is natuurlijk wel wanneer er ook, weet je, creative differences. Het kan al ook wrong zijn, maar dan moet je gewoon goed inderdaad manoeuvreren door die situaties. Maar dat is dus de man die erboven staat. Kevin Feige mag afwijken, mits, weet je, het cool is. Ja. Ja, en je merkt toch, weet je, dat het bij Star Wars een stuk meer rigide is, weet je wel. Van, er wordt van tevoren een plan afgesproken. Of juist helemaal geen plan en daardoor loopt het helemaal mis. Ja. Maar je mag er ook niet van afwijken. En daarom stappen elke keer zoveel regisseurs op. We zien even Cate Blanchett, ik krijg een kippenvel momentje. Ja, dit was heel vet. Ze was heel goed ook in deze film. Jesus Christ. Ik zou nog steeds met haar trouwen. Ik ook, 100%. Ook al gaat ze over 10 jaar al dood. Dat is alleen maar makkelijk. Nee, full on high five. I'd fucking die laughing als dat gebeurt. Ik denk dat ze een goede erfenis heeft. Dus. Hoef ik niet eens. Ja, maar. Zie ik vanaf. Ik teken het. Zie ik vanaf. Dat mag naar een of andere foundation voor de familie of wat dan ook. Ik wil gewoon elke dag thee en biscuitjes brengen naar fucking Cate Blanchett. Maar zijn punt was gewoon, jongens. Als je het wil redden, fake it till you fucking make it. Het maakt niet uit wat mensen van je denken. Doe het gewoon. En als je eenmaal die kans toegeschoven krijgt, dat. Maak er het meeste van. Maak er het meeste van. Ik weet niet of dat fake it to you make it is. Ik denk dat soort van. Dat is letterlijk wat hij zegt. Dat is quote. Fake it to you make it? Ja. Oké, dat vind ik dan weer net even te hard. Dat is vrij blunt en niet smart, fake it to you make it. En very adaptable zijn en het smart business-wise spelen, dat vind ik een leuke. Fake it to you make it is als je overtuigd bent van je eigen kwaliteiten, maar door je filmografie, ik hoor nog iets op de achtergrond trouwens, door je filmografie misschien nog niet op dat niveau bent om dat te kunnen maken, je cv dus, maar je denkt van, ik kan dat wel. Ja, nee, dat. Maar het is wel überhaupt al tof dat je dan fucking op gesprek mag komen, hoor. Dus, ja, zeker. Het is een bijzondere regisseur. Wat vind jij ervan dat hij zichzelf altijd in zijn eigen film zet? Ik vind dat vind ik niet erg. Dat zou ik namelijk zelf ook doen, denk ik. Net zoals Quentin Tarantino doet het ook. Coole directors, die doen dat. Nee, niet in elke film. Maar gelukkig doet Taika dat ook niet in alles. Volgens mij bij Star Wars mocht het niet. Of zit hij wel in Star Wars? Hij zit in de Mando. Zit hij wel in Mando? Toch? Hij heeft wel een aflevering geregisseerd. Maar dat sowieso. Ik dacht dat hij daar ook wel in zat. En dan, anders dan doet hij gewoon een gek pak aan en zit hij er alsnog in. Weet je, dat kan ook een beetje je trademark zijn. Hij hoeft niet eens een gek pak aan te trekken. Back. Ja, maar dan is hij dus in ieder geval niet herkenbaar. Anyways, volgende nieuwtje. Er komt, what the fuck, er komt een fucking White Man Can't Jump remake. Ja, ik zat ook te kijken. Ik wist het dus ook niet. Hoe kan je het beter maken dan dit? Kijk dan. We hebben het hier heel vaak over. En sorry, maar sommige dingen hebben geen fucking remake nodig. Hebben we het in nerd culture altijd over. Maar mensen horen ons nog niet genoeg. Deze film is nog steeds Maar kijk vet. Ook hoe het eruit ziet. En sterker nog, dit is deze look en feel kan je niet eens meer namaken. Dat, en dat was dat is een tijdje outdated geweest. Maar we kijken nu naar de trailer. En deze look, inderdaad, die 90s shit, is nu fucking bomb. En je kan het niet nadoen. En ook deze fucking swagger van deze twee fucking acteurs samen is amazing. Nu doet een of andere, ik ken hem niet hoor, maar en ik wil er ook niet te veel op haten, maar Jack Harlow, een rapper. Ik kan me niet voorstellen dat hij de heat brengt die we zien van Wesley Snipes en Woody Harrelson. Maar dit is gewoon weer toppen van creatieve armoede, weet je wel. Van ik wil ook gewoon een vette film maken. Ja, en gaan ze, maar, zelf niks gaan ze dan deze insane vette 90s fashion rippen? Als fucking boomer, millennial of wat dan ook, wie er aan het roer staat. Ik herken het bestaan niet, dus we gaan hem ook niet bespreken hier. Nee, ik wilde even ranten. Ik wilde even ranten, want sommige dingen zijn we echt zoals fucking Kevin Feige en Lucasfilm op dit moment. Of nee, eigenlijk meer Jon Favreau. En straks de Batman gaan we helemaal idolaat over kwijlen. Maar dude, serieus. Maar dit? Kijk, hoe heet het? Er zijn best wel film van het weekend. Er zijn best wel dubieuze remakes, weet je wel. En we hebben er onlangs eentje besproken. Iemand zei The Thing, weet je wel. Het is officieel een prequel. Ja. Dat is officieel zo, maar eigenlijk is het gewoon een fucking... Ja. Die vind ik niet heel dubieus, hoor. Nee, maar... Want hij is niet heel kut. Hij is niet heel kut, maar hij is niet nodig. Hij is niet nodig. En dit is nog veel minder nodig. Ja, dit is nog veel minder nodig. Net zoals, we gaan een remake maken van Pulp Fiction. Maar dingen... Nee. Met zoals Ghost in the Shell bijvoorbeeld, dat een live-action remake... Kan ik iets voor begrijpen, zeker. Weet je wel? Want de echte Japanse anime...
dat kan niet iedereen trekken. En het is een fucking cool story to be told in een fucking vet universum, weet je wel? Hetzelfde met Akira. Gaat trouwens Taika Waititi is daar nog steeds mee bezig. Ja, officieel eraan verbonden. Weet je, er zijn allemaal redenen voor te bedenken. Daar mag hier je geen comedy in stoppen trouwens. Nee, maar, dan trap ik hem dood. Ik denk niet dat... Ik trap hem dood. Ja, als ik Taika dan toch een keer... En ik waardeer de man heel erg. Nee, fuck hem. Als hij, Akira, als hij daar fucking zijn quirky as humor in gaat gooien... dan trap ik hem dood. Maar ik kan geen reden bedenken... waarom je White Man Can't Jump zou remaken. Weet je? En hetzelfde... Weet je, en het is misschien toch iets anders... En we gaan heel erg hard op nostalgie en al die fucking shit. Maar ook die Fresh Prince remake, die drama. Remake? De serie bedoel je? Yeah. Bel-Air. Yeah, ja, ik heb het niet eens aandurven zetten. Maar ik had zoiets van, ook dat is totaal niet nodig. Ik heb de trailer gekeken, maar... Ja. Nee, vreselijk. Het is een soort van Will Smith zelfbevlekking ook. Want hij maakt het. Echt? En ja. Maar dan vindt hij van, het is tijd voor de nieuwe generation, you know. Weet je, dat is dan waarschijnlijk wat hij zegt. Ja, maar het is wel Will, zeg maar. Ja? Ja. Ja. Nou ja, dan vindt hij, dan weet ik veel. Dat is eigenlijk dus een soort van verkapte autobiografische serie. De originele fucking Fresh Prince of Bel-Air. Weet je, hoe dat tot stand is gekomen, hoe het is gemaakt, hoe het letterlijk raakvlakken heeft met Will Smith zijn eigen leven. Ja. Fucking cool. Ja, ja, dat heeft er ook geen nee, ja, en kijk, dat maakt het. Het was een sitcom, maar het maakt geloofwaardig, omdat je weet Will Smith heeft die shit meegemaakt. Ja. Letterlijk die ene scène. Ik krijg kippenvel van als ik aan denk met Uncle Phil, waarbij hij in tranen uitbarst over zijn vader die hem in de steek laat en hem nooit wil zien en shit. Dat die shit echt... was real. Ja, ja, ja. Die shit was real. Ik bedoel. Knap. Ja. Ik weet niet of zeg maar. Een boel geïmproviseerd was. Maar alles wat er is gebeurd was real. Ja, ja. En dat hij ook in tranen uitbarstte, dat stond niet in het script, zeg maar. Vet. Maar het was super vet. En weet je, nu is het een guy die dat speelt. Dus dan werkt het al niet. Nee. Hij heeft niet per se, ik moet nu zeggen, hij speelt nog steeds dat soort rolletjes, Will Smith. Hij heeft nu die nieuwe, dat hij een coach is van iets. En je had natuurlijk Pursuit of Happiness. Ja, maar voor de rest speelt hij altijd... De vader van King James. Nee van Serena King Williams. Ja, King James, nee. Hij heet King James, denk ik eigenlijk nee, wel. King James is LeBron James, volgens mij. King Walter, King Jim, King nog iets. King Harry, I don't know. King Tennis. Ja. Tennis King. Ja, in ieder geval dat. Ja, nee, maar hij, voor de rest speelt hij eigenlijk wel altijd een beetje de fly funny dude. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik vond Ali fantastisch hoe die Ali. Ah, je hebt gelijk. Ja, oké, nee, er zijn er wel meer. Dus misschien moet ik soort van dat hij zeggen dat hij echt een brede kleinoscoop heeft. Eric Garner heeft hij ook fucking perfect neergezet in The Pursuit of Happiness. Ja, dat zeg ik. Dat is wel het voorbeeld van hij kan zeker wel acteren, maar zijn scope is niet heel groot. Jason Momoa's scope is ook niet heel groot. Ik wou net zeggen, man. Toch? Ja, ja, ja. Toen ik dit nieuwtje zat... Ja, maar hij is geen slechte acteur. Nee. Totaal niet. Nee, maar hij heeft geen scope. Hij heeft nog niet laten zien dat hij ook, weet ik veel, in een hele sikke drama zonder haar kan acteren. Nee, maar het is gewoon... Nee, precies dat. Het is gewoon... Oh, het is Jason Momoa. Ja. Die eruit ziet als Jason Momoa. Ja. Die... acteert zoals Jason Momoa. Precies dat. En dat is leuk, maar op een gegeven moment begint dat te irriteren. Maar hij wordt nu de bad guy. Hij is bijna nooit een bad guy. Ik denk dat het heel cringy gaat worden. Ik heb de vorige vers niet gezien waarin die laaf de bad guy was. Hoe heet hij ook alweer? John Cena. John Cena, ja. Ik heb het niet gezien. Ik wel. Maar die trailer. Was, en ik had al zoiets van, jezus, dit is de bad guy. Okay. Ja. Nee, dat was, het voelde inderdaad, dat was uiteindelijk niet helemaal de bad guy ook, hoor. En ik denk dat bij Jason Momoa hetzelfde. Ja, hij gaat de bad guy, of in ieder geval misschien in het begin de bad guy zijn van Fast and the Furious 10. En ik had zoiets van, nou, dat is helemaal jouw ding, dus dat wil ik er ook even in. Is dit die in Space? Nee, die hebben we al gehad. Oh, die hebben we al gehad. Ja, daar zitten letterlijk Luda en Tyrese. Die zitten samen in een soort van omgebouwde golf. Zitten zij ze in Space, dude. Kan ik het nog één keer herhalen? Dat was een spoiler. Ludacris en Tyrone heet hij trouwens. Die zitten samen in een omgebouwde golf in Space. Om de wereld te redden. Ja, maar wat gaan ze nu, yes! Wat gaan ze nu doen in Final Fantasy? Fast and Furious 10 Of onder water. Onder water? Gaat niet boven Space, vriend. Nee. Nou ja, wel. Dat is even cool. Ik denk dat we multiverse. Multiverse, dat kan ook. Gezien. Ja, precies. Er is Paul Walker weer. Oh, wow. Maar echt. Anyways, we hebben nog twee nieuwtjes voordat we een van de beste films ooit gaan bespreken. Just so you know. Ja. Ramble On. Heb je Entourage gezien vroeger? Ja.
Niet alles religieus gekeken, nee, maar gewoon als het op was, heb ik het gekeken. Ja. En vette cast. Heerlijk. Ja, maar en inderdaad, weet je, het gaat over de actors who try to make it. En daarbij gedeelte ook dus, die gaat over zichzelf. Dus dat ze zichzelf acteren in de serie. Ja. Dus ja, ze zijn de character die ze in het echt ook zijn, maar de fictie eromheen. En weet je, het is een beetje hetzelfde eigenlijk als Will Smith. Hoe heet die shit? Ja. De Bel-Air. De Fresh Prince inderdaad. dat het een beetje over zichzelf gaat. En nu komt er dus een show genaamd Ramble On, waarin dus Charlie Sheen een van de hoofdrollen gaat spelen. En die gaat verder een beetje op de entourage. Tiger Blood. Ja, maar daarom. Dus die serie gaat gaan over mensen die in Hollywood gewoon een beetje loopy worden. Ik denk dat die dat is heel oud en verkrekt uitziet, denk ik inmiddels. Dat denk ik ook wel. Of misschien is hij weer volgespoten met botox en dan lijkt het weer eventjes. Want hier valt het nog wel mee. We kijken nu naar beelden van, hoe heet het ook weer? Wat een weirde carrière heeft deze Two and a Half Men. Ja, dit is Two and a Half Men. Toch? Ja, dit is Two and a Half Men. Maar daarom. Een weirde carrière heeft deze Dus die serie, Ramble On, die gaat dus over dat. Over de rare carrière van hem. Waarschijnlijk ook van andere acteurs. Maar er komt dus ook een groot gedeelte van zowel de cast als de crew van Entourage komt hiervoor terug. Het was een HBO-show, dus waarschijnlijk is het nu ook weer een HBO-show. Ik vond Entourage dus heel tof, omdat het spoeft Hollywood. Ik denk het eerste wat ik ooit heb gezien van Charlie Sheen. Platoon, hij zit in een platoon toch? In ieder geval een Vietnam oorlog film. Volgens mij was het sowieso het is platoon. Platoon. En kort daarna, want mijn vader was helemaal lijf van al die shit. En daarna had ik ook Apocalypse Now gezien. Daar zit zijn vader natuurlijk weer in, weet je wel. En daarom en daarna doet hij Hot Shots. Wat natuurlijk een rip-off is van Rambo, maar waar hij ook die scène in doet. Dat hij zijn vader langs vaart. Ken je dat niet? Nee. Hij vaart naar zijn vader langs. En dan zegt hij, want het is letterlijk alsof dus gewoon zijn vader, Martin Sheen, in die scène over in de boot zit. Ja. En dan komt hij van... dingen. Maar het is een soort van weirde multiverse, dat hij zegt I loved you in Wall Street. dat zeggen ze tegen elkaar. Ken je dat? Nee, dude, ga het kijken. Het is bezig. Om heel eerlijk te zijn. Het is mijn tip trouwens. Ik denk de laatste keer dat ik Hot Shots heb gekeken was ik 8 jaar oud of zo. Nee, ik heb denk ik een paar jaar terug een keer opgezet. Ik hield vroeger echt enorm van Leslie Nielsen comedies, Hot Shots, dat soort dingen. Ja, weet je wel. Dat bestaat niet meer. Ook omdat je kan maar een gelimiteerd aantal grappen maken in die stijl. En dat is gewoon, it's been done. Ja, het kan niet meer. Maar ik heb laatst Gummy bears. Ik heb laatst nog The Naked Gun gekeken. Ja? Was dat leuk? Ja, maar... Oké. Ja, ik vind het ook. Ik vond het toen iemand, amazing. Iemand die schaterlach. En ik zou het hem nu laten zien. Ja, ik denk dat die zoiets heeft van... Het is alsof je nu aan een kind gaat laten zien, weet je, Charlie Chaplin. Weet je, ja. Ja. Weet je... Ligt aan wat, het is historisch. Ja, nee, maar het komt altijd een beetje oenig over, weet je. Zeker, ja. En ik denk dat mensen dat nu ook wel hebben met dingen zoals The Naked Gun. Maar ik vond Hot Shots in nostalgisch opzicht, vond ik dat vet. Maar ik heb die serie nog een keer nagedaan. Of die scène. Dat ze die fucking shit met Martin Sheen hebben gedaan. Ja, het is amazing. I love you on Wall Street. Want Martin Sheen, die zit natuurlijk op de bootje. Het stomme is, hij ziet er niet veel ouder uit. Want het is de vader van... Het is jaren 90. Hot Shots. Ja, maar het ziet er letterlijk uit alsof het maar een paar jaar later is gebeurd. Het is heel fucking weird. Nu wil ik het nog een keertje kijken. Dan. Ja, maar ik heb dus vroeger een keer met mijn broertje de Gummy Bears scène nagedaan. Dus dat we ook, toiletpapier om onze dinges en dan in de pindakaas, in de Gummy Bears en elkaar dan een fucking wap geven. Het was amazing. Dat is heel weird. Ja, het was heel weird, maar we vonden het zo cool. Het was ook een hommage aan fucking Bruce Lee en shit. Ja, het was echt heerlijk. Ik kan nog wel echt gewoon het hoesje van Hot Shots. Volgens mij 3 mensen die een saluut geven met zo'n vliegtuig die zo'n looping maakt. Dat is dan 3 waarschijnlijk. Hot Shots 2 of 3. Ik weet niet. Ik weet dat het 1 en 2 zijn. Ja, oké, dan is dat misschien 2. Leuke tip, jongens. 90s action comedy stuff. Het bestaat gewoon niet meer. Nee, het bestaat gewoon ik denk dat het niet meer, of het kan niet meer, omdat gewoon al die grappen op zijn. Of mensen vinden het niet meer leuk. Omdat natuurlijk de mensen die dat toen maakten. Nou, nu komt er misschien een generatie, want wij zijn ermee opgegroeid. Dus dat wij, als een soort van elder millennials weer zeggen, hey, laten we weer dat soort action comedies gaan maken. Het zou ongetwijfeld weer terugkomen. Alles komt uiteindelijk. I would love it. Dus, weet je, dat is ding. En we gaan nog een trailertje checken van een HBO-show. Je verwacht het niet. Want ze gaan hier launchen en...
ja, daarvoor hebben ze verder content nodig. Maar ook dit is weer een show waarvan ik denk van oké, dit ga ik wel even volgen. Het heet Minx. En het is met Jake Johnson, wat ik wel een toffe acteur vind. En het gaat gaan over deze madame. En die wil een feministisch blad de wereld inbrengen. Want het is natuurlijk, dit is denk ik 70's als ik het zo zie. En dan toen waren vrouwen natuurlijk nog niet zo geëmancipeerd. Dus zij probeerde als feminist een blad hier te introduceren. Why is he so angry? Dus het is wel gelijk cool, omdat het is heel relevant. Ik vind de correctie amazing. Ja, het is goed, maar daarom. Het natuurlijk is elke HBO-show, het is fucking goed geschoten. En hier is Jack Johnson en die heeft zoiets van, oké, ik wil je helpen, maar laten we er de eerste female, of eigenlijk male pornographic magazine van maken. Female, maar dat dus met een onderliggende feminist message. Ik hou sowieso van die guy. Die ja, guy Jack Johnson is amazing, ja, toch? Alles, je kijkt ernaar, je hebt gelijk al een good time, omdat het gewoon een grappige gast is. Hij is ook Peter B. Parker. Dus, ja. Zeker weten. Old man. In de Multiverse of Madness, in de Spider-Verse. Ja. Anyways, het ziet er goed uit toch. Ik zie het nog wel steeds meer wanneer het dus niet een HBO fiction show is. Of sorry, echt dus gewoon fantasy of wat dan ook. Het heeft altijd een bepaalde look. En op de een of andere manier, het is zo goed geschoten. Maar ook, het heeft wel een eigen... Ik weet niet, alsof ze het allemaal met dezelfde soort camera's schieten. Ja, nou, maar dezelfde... het voelt ook wel grounded, moet ik zeggen, hoor. Terwijl, ik vind wel bij heel veel andere shows, weet je, en dat zie je ook wel Amazon, en niet dat ze niet mooi zijn, maar ze zijn net te steriel dan of zo, weet je wel? Van HBO? Nee, van juist andere... Ja, nee, maar dat bedoel ik. Maar weet je, ik heb bijvoorbeeld, weet ik, voor andere shows van HBO, het lijkt wel alsof je, stel, er is een andere show, waarschijnlijk Vinyl of zo, speelt zich ook in de jaren 70 af, maar dan in New York. Het lijkt wel alsof je gewoon in diezelfde setting naar LA zou vliegen, dat je dan hier terecht komt. Het heeft een eigen een feel. Ik zou echt graag in dit tijdperk willen leven, man. Oh, fuck yeah. Ja, toch? Je kan ook nog steeds gewoon scheid hebben en gewoon die pakjes aandoen, hè? Ja, maar de rest heeft dat niet. Het is een vibe. Ja, als je in je eentje een vibe hebt, dan ben je een trieste gekkerd. En inderdaad, als iedereen het aan heeft, dan is het een vibe. Ik vind dat je dat goed hebt gezegd. Maar iedereen kan natuurlijk gewoon zo fucking blouseje openknopen en er een grote gouden ketting onder doen. Ja, en ik sluit niet uit dat ik dat ooit een keer ga doen. Sommigen doen dat ook en dat vinden wij weirdo's. Ja, maar het sluit niet uit dat ik dat nog gewoon ga doen. Ja, kijk die precies dat. Maar het ziet er cool uit, toch? Ja, zeker. Ziet er heel vet uit. Ja, ik vind echt dus dat HBO aan het beuken is. Want we gaan het na de Batman nog even hebben over twee andere HBO-nieuwtjes. Sorry. Ik denk dat we dat nu dan eens moeten spawn doen. Ja, behalve dus dat we kunnen een paar van die dingen niet behandelen. Omdat een paar van de... We gaan het straks hebben over 18 shows of iets dergelijks. Die na de Batman nog belachelijk. Allemaal op HBO Max gaan komen. Maar die eerste kunnen we wel behandelen dan. Dat is een mooi bruggetje naar de review van The Batman. Want 19 april komt die film al naar HBO Max. Ja, dat is de belofte natuurlijk ook van HBO en Warner Brothers. Dat, 45 dagen na bioscoop release. Kan je de film al kijken op een streaming service? Ik vind 45 dagen vind ik perfect. Ik vind het een hele mooie... Vroeger was het echt maanden. En 45 dagen is soms, echt... Soms denk ik voor mijn gevoel, dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar gewoon een half jaar bijna soms, weet je wel. En ja, ik denk heel vaak drie maanden inderdaad. Drie maanden was het sowieso altijd. Ja. En het is ook echt wel eens een keer een half jaar geweest als de grote film is. En gewoon om mensen maar naar de bioscoop te pushen. Dude, ik ben al lang blij. En jullie kids vandaag de dag hebben er daar niet meer mee te maken. Maar wij hadden vroeger gewoon dat shit in Amerika uit was de film. En dat er nog gewoon een half jaar moesten wachten voordat hij überhaupt bij ons ik heb nog steeds best wel vaak hoor. Want we doen het ook voor je zal het niet verwachten. Bijna omdat alles is nu toch wereldwijd released. Nee. Heel veel indie dingen niet. En we krijgen natuurlijk pers. Ja, nee, maar ik kijk ook, en dat zou je niet verwachten als je deze show op de voet volgt elke week. Want waarom de fuck is je niet meer arthouse films, man? Ik kijk er best wel veel. Ja. Alleen dat is gewoon niet iets wat we graag in deze show behandelen. Omdat veel mensen vinden dat niet leuk om te horen. Hey, het is de niche. Als we behandelen, dan kijk ik. Maar er zijn dus heel vaak films zoals die, nou weet ik veel, dingen als HBO Max of een andere streaming service komen. Hulu, wat dan ook. En heb ik ze gekeken. En dan staan ze letterlijk, dan krijg ik drie maanden daarna een uitnodiging voor een persvoorstelling in Nederland. Maar dat kan me nog voorstellen. Dat kan me nog voorstellen. Omdat die vaak nog getest worden. Bij zulke grote IP's... grote IP's is het gek. Ja, maar vroeger was dat gewoon... Want we gaan kijken hoe die in Amerika is. En dan gaan we onze... Ja, maar nu zijn er streaming services. En dan staan ze er al op. En dan kan je het al kijken. En ook stiekem in de hele wereld. Natuurlijk, als je VPN's hebt. Natuurlijk, weet je wel. Van, ook. Ik denk dat de Matrix Resurrections een goed voorbeeld voor is. Ik las dat die heel veel gepirated is. Ja. Nou, dat had natuurlijk ongetwijfeld mee te maken dat die eerder kwam ergens anders. Ja.
Nou ja, dat inderdaad. Maar dat is dus wel ook, dat vind ik cool aan HBO / Warner Brothers, is dat zij zijn wel de vaandeldrager van, hé, maar laten we dit gaan veranderen. Want door de COVID hebben ze natuurlijk gezegd van, we gaan elke film die in de bios komt, gaan we ook tegelijkertijd in 2021 uitbrengen. Ja, vond ik heel cool. Ik vind het super, het is misschien zakelijk niet het meest slimme, want ik denk dat Disney heel geraffineerd gewoon heeft gekozen, oké, wat levert het meest centjes op? In ieder geval volgens hun modellen, of dat nou is uitgekomen ja of nee, is een ander verhaal. Warner Brothers, kijk, ze verdienen natuurlijk als het goed is genoeg. En ze trekken een lijn. Dus nu is 45 dagen. En dat is een beetje het ding. Stel nou dat Ik vond oprecht dat tegelijkertijd op streaming release was echt een hele goede move. Volgens mij heeft Disney dat maar bij één film gedaan, Mulan. Twee of drie. En dat was altijd te koop ook. Toch? Ja, ja. Altijd twee tientjes, drie tientjes. En dat was bij HBO Max niet? Dat was gewoon meteen op de service? Ja. Ah, that's amazing. That's amazing. Dus ja. dat is en dus 45 dagen. En je zou zeggen dat je jezelf in de vingers snijdt. 45 dagen. Kijk, als je misschien dat het langer ook wel in de bioscoop is, maar ze hebben het in ieder geval ook naar hun service gaan ze dat doen. En ja, ik vind het tof. Ik ben ik was blij hoor dat ik weer even in de bioscoop zat. Maar vooral om de film, niet per se om het bioscoop gedoe. Want ik heb het natuurlijk al vaker hier gezegd. Ik ben heel wel comfortabel geworden door COVID in mijn thuisbioscoop. Ja, ik vond het heel fijn om die HBO films op day one gewoon te kijken thuis. Ik moet zeggen, we hebben de Batman gekeken en IMAX. Ja, het was... Ja, okay. Zullen we het eindelijk daarover hebben? En we hebben nog een half uurtje. Ik weet niet of we dat gaan redden. We hebben niet een vaste tijd die we moeten... Nou ja, voor het item dat hierna komt, wat live is. Maar ik bedoel meer van Jezus Christus. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet waar ik moet eindigen. Laten we vooral zeggen voor de mensen die de film niet hebben gekeken. Ik denk dat het eerste stukje in Nerd Culture zegt eigenlijk wel alles. Of je moet gaan kijken, ja of nee. En mocht je dat nog afvragen, ik zeg nu ja. Jezus, fuck ja. Ja, fuck ja. Jezus. Dus we gaan nu gewoon de film bespreken. Het kan zijn dat we hier nu ook gewoon spoilers af en toe erdoorheen gooien. Dus dan heb ik nu de spoiler warning gegeven. Wil je dit niet weten, kan je hem nu gewoon uitzetten. Hierna gaan we nog één nieuwtje bespreken. Maar dat is gerelateerd aan wat we hier gaan bespreken. Ja. En, het zijn shows die na deze film gaan komen. Alles op nogmaals HBO. No spawn. En ga deze week fucking The Batman kijken. Ja. En luister daarna even terug wat wij ervan vonden. En laat ons weten wat jij ervan vond in de comments natuurlijk. En sterker nog, ik heb heel weinig dat ik films opnieuw wil zien. Maar ik wil deze film nog makkelijk twee keer kijken. Ja, je zei meteen de volgende dag al. Ja, ik was ook, en laten we daar even... Ik was nog een beetje ziekig de dag dat we erheen gingen. Dus ik zat echt een soort van, nou ja, bijna feverig... Zat ik daar die film te kijken. En er is zoiets raars gebeurd. Dus die film was ook heeft zo'n aparte vibe... Ja. Dat ik de hele week tot en met nu ben ik nog steeds soort van in de ban van die film. Omdat ik daar dus in een soort van mini fever dream zat in die film. Maar heel eerlijk. Het was een combinatie van dat ik me raar voelde en die film keek. It stuck with me. Maar heel eerlijk, we zaten ook echt... Vond ik, we zaten dan niet in het midden, maar we zaten echt op een perfecte afstand van het scherm. Ik werd echt helemaal in de film. Rij 9 of 8 was het, denk ik. En ja, ik werd helemaal in die film gezogen. Echt direct al vanaf het begin. We zaten niet in het midden, nogmaals, omdat ik bijvoorbeeld zoiets had van ik moet bij de zijkant zitten. Want het kan zomaar zijn dat ik dan wel uit de mond, dan wel beneden misschien eruit iets uit moet komen. Ik was dus echt ziek, maar ik wilde gewoon naar die fucking film. Maar ik wil gelijk al één ding corrigeren wat ik hier aanhaal in een beginfilmpje. Nu ga je het hebben over de cinematografie, maar moeten we dan niet gewoon even vertellen wat deze Batman is. Oké, vertel maar. Dit is Matt Reeves' The Batman. Ja. En het is wederom een reboot van Batman. We hebben er al heel veel gezien. En van tevoren had ik zoiets van, ja, Jesus Christ, hoe vaak willen we dit nog opnieuw doen? Maar er zijn natuurlijk ook altijd generaties van mensen die niet de oude hebben gezien. En waarvoor dit de eerste introductie is. Of misschien kennen ze Dark Knight nog, misschien niet, weet ik wel. Dus, en The Batman uiteindelijk... Is die shit ook gewoon oud. Besef ik me, weet je. Dat bedoel ik. Ook de Dark Knight trilogy begint een soort van ergens... Er zijn mensen die dat gewoon nog niet hebben gezien. Dus dan is dit hun eerste bewijzen van, of nou ja, dan heb je nog de Snyderverse Batmans, die niet een eigen film heeft gehad, maar wel in heel veel andere films heeft gezeten. Ja. Batfleck was tot en met eigenlijk voor had kort dit de was film dat mijn favoriete. Eigenlijk had dit de film moeten worden van Ben Affleck. Hè? Ja. Ben Affleck zou deze regisseren, schrijven en ook in spelen. Nou, ik kan je vertellen. Dat is uiteindelijk niks geworden. Had misschien leuk geweest, maar gelukkig, want er is hier een partij fucking jam uitgekomen. Zo. Wat denk ik... Ja, ik zit te denken hoe ik dit moet zeggen. Ik denk namelijk dat dit superhero films... Sterker nog, dat is het niet eens. Het is geen superhero film. Ik heb het aan een paar mensen... Nee, dude, dit is een film zoals Seven...
qua magnitude, qua hoe vreed deze film is. Maar toevallig zit er een guy met puntoren. Ja, nee, dat is hoe ik de film zou omschrijven. Maar dat is wat ik zo cool vond naar Joker. Weet je, het is fucking Taxi Driver. Ja. Alleen in een fucking superhero. Nou ja, dat is niet. Ja, het is in, en hij heeft, maar hij heeft een clownspak aan. Dat is de enige. En hij heet de Joker. Maar er is voor de rest was het geen superhero film. Nee, maar dus dan heb je daar toch al je overlapping daarmee, weet je wel. Ja, maar kan je me erin komen dat ik zeg, dit is een film zoals Seven, maar toevallig met vigilantes en suits, costumes en smink. Ik vind het allebei. Ik vind dat deze hier een goede balans maakt. Qua verhaal inderdaad heb je 100% gelijk. Maar qua karakters hebben ze ook echt die superhero vibe geneeld, vind ik. Zeker wat betreft Batman. Ja? Ja, man. Ja, maar het zijn geen superheroes meer. Dit is echt de meest vigilante van de vigilante die ik ooit denk ik op een big screen heb gezien. Ja, nou, dat maakt hem alleen maar meer een superhero, weet je? Het is makkelijk om nee, het is een hero. Het is geen superhero. Dat is het coole. We hebben natuurlijk heel vaak die question, hè, met Batman en wat dan ook, maar... Kijk, hij is een superhero zonder superpowers. Maar hij doet wel superhero shit. En daarom zeg ik van, en dat maakt het cooler dan dat jij immense onaardse krachten hebt en dan tegen het kwaad gaat vechten. En ja, daar was ik dus nooit mee eens. Omdat ik ben gewoon een sucker voor fucking soups en wat dan ook. En dus heb ik zoiets van, nee, dat is niet waar. Ik vind Batman een wuss. Maar nu hebben we dus in deze film hebben we Robert Pattinson. Bekend van onder meer de Twilight stuff. Maar het begon al direct bij de onthulling van deze film. Want toen zagen we natuurlijk Robert Pattinson. Die vonden we er een beetje gek uitzien. Die leek een beetje een gimp wat dat betreft. Nog steeds. Ik moet zeggen, hebben ze iets anders gedaan of zo? Iets met die wenkbrauw of zo? Of ik ben eraan gewend geraakt dan? Nee, dat is het coole. Het is namelijk geen origin story. Er zit wel veel origin in. Want het gaat nog steeds wel, weet je, over zijn pa en natuurlijk waarom hij de Batman is geworden. Maar ook in een ander daglicht. Ander daglicht, andere verhaal. Maar er gaat nul, er wordt nul uitgelegd over zijn pak of over de tech die hij aan het maken is. Die film is op geen manier te vergelijken met een andere. Ja, ik wel, het is niet waar, heel veel andere manieren. Maar qua verhaalvertelling doet het zoiets anders. Want hij niet even, weet je, in de bad lair tinkeren aan een nieuw iets. Nee, ja, er is gewoon een Batman. Deed hij dat wel? Ja, dan kijk. Nee, hij was een soort van ding op de grond aan het leggen, omdat hij soort van... Hij is schizo, nee, deze Batman. Dat bedoel ik niet. Dit is zo grounded. Gewoon grounded, zijn Batcave is gewoon een kelder. Onder Wayne Manor. En niet ineens, weet je... Of nee, sorry, niet onder Wayne Manor, onder Wayne Tower. Wayne Manor komt er op een hele andere manier in terug. Een keertje kort. Maar hoe heet je? Het is een kelder. Het is gewoon grimy kelder. Weet in je, als Gotham. Je het ziet, heb je al zoiets van... Oké, het stinkt hier. Weet je, het is buff, het nou, is de Batcave in andere dingen ook, hoor. Want nee, het is muff, het is koud. Maar dat voelde altijd als bijna een cave in een tekenfilm. Of zo, weet je? En dat was hier echt niet. Maar waar die aan zit te tinkeren, dat is wat ik nou er vet aan vind, weet je. Je gaat niet van die rare vliegtuigen en precies. Die rare rumble bikes en al die fucking shit. Weet je wat hij daar op zijn fucking ding heeft staan? Een fucking geconverted Mustang, weet je wel? Dat! Is het een Mustang trouwens? Of is het een andere supercar? Maar gewoon ja, maar dat er staat op een normale brug, weet je, die ook in een garage, gewoon in een weet maar dat je is wat APK... hij aan Tinker is. Hij zit gewoon te sleutelen aan een fucking vette auto. Ja, en op een gegeven moment heeft hij wel iets... Een Amerikaanse muscle car, weet je wel? En zijn motor, idem dito, weet je wel? Dat is gewoon een normale motor. Ja, dus wat je hier ziet aan zijn bad lair, en dat spreekt inderdaad precies wat je zegt, het is heel grounded. Hij is daar gewoon de detective aan het spelen. Ja. Dit is een hele grind. En daarom vind ik Seven van mezelf een hele goede vergelijking. Het is gewoon... het is een detective. Ja, nee, maar... maar ik neem ook vooral omdat ik hem net... Ik probeerde heel veel... Ik heb die film... Ik zei van... Nou, weet je, mensen vroegen aan mij... Je bent naar de première geweest. Hoe is die film? Ik vond het mooi hoe je zelf beschouwt. Ja, expres. I know, fully aware. Ik zeg van... Nou, dit is een hele gritty thriller... Ja. Wel action-packed. Maar. Valt ook nou, oké, maar er zit veel vette action in. Maar het is inderdaad gewoon een gritty thriller. Met een guy in een bedsuit toevallig. En wat andere mensen met schmink. Ja, en het duurt echt heel lang. En ik hou daarvan, man. Ja, sorry. Ik zei het ook al bij de Justice League, Zack Snyder Cut. 4 uur, geen enkel probleem. Kom op. Alsjeblieft. Ja, Madness, laat dat ook gewoon zo zijn. Weet je, neem de tijd om karakters te introduceren. Neem de tijd om die wereld neer te zetten. Ja. En dit is de vetste versie van Gotham ook, vind ik. Ik vind het de meest realistische versie. Want Gotham is altijd een beetje verknipt geweest. Ja. Maar
Je ziet alleen dat het verknipt is. En je begrijpt nu beter waarom het verknipt is. Ja, want als het op beeld ziet het er niet per se verknipt uit. Maar juist inderdaad omdat de context, de mensen die erin, de stories, de crime families. Het gaat inderdaad daarom. Het gaat niet meer om Gotham. Gotham is echt nu een set piece. In plaats van, oeh, Gotham is zo Gotham leeft cool. In plaats van dat het een Warner Brothers pretpark is. Pretpark is, weet je? Ja, letterlijk dat inderdaad. En je zegt inderdaad, de film is slow, niet lang. Ja, ik vond het een paar keer omdat ik dus in een fucking fever dream zat. En dacht van, misschien moet ik straks naar de wc rennen. Heb ik gelukkig niet gedaan, maar zat ik wel twee keer. Ja, jij wel. Ja. Maar zat ik af en toe zoiets van, weet je, ik was een beetje pressed on time. Dus ik had zoiets van, oké, deze scène had net ietsje korter gemogen voor mij op dit moment. Ja. Toen ik er twee dagen later nog, nu ik erover nadenk, nee, het is bizar wat ze hier doen met sommige shots. Ik vind het mooiste shot is ook gewoon het mooiste introductie überhaupt van de fucking bat. Ik vond die zelf nog wel verrassend. Want gewoon ook de manier waarop ze hem introduceren. Want ze hebben het ten eerste de film begin met een voice-over. Een soort van, maar Jezus. Ik wilde dat meteen zeggen, weet je? Waarin Robert Pattinson zichzelf narrate, weet je wel? Als Bruce Wayne, laat ik het zo zeggen. En dat voelt dan gelijk detective. Dat voelt heel erg detective. Het, gelijk film noir, want het is natuurlijk heel erg een film noir-achtig ding. Maar je merkt ook gelijk, dit is een ander soort Batman. Want hij heeft het wat minder over... Het gaat veel meer over zichzelf. Hij betrekt het heel erg op zichzelf en dat fear is a tool. Hij praat trouwens niet eens zo. Het is niet fear is a tool. Heeft hij wel geprobeerd, hè? En hij had zijn eigen stemmetje ook ontwikkeld, net zoals Christian Bale dat heeft gedaan. En het werkte niet. Nee, en dat is uiteindelijk vind ik dat zo cool geworden. Want dit is ook de weirdste Batman. Ik vind het en ik denk dat ik het qua Batman op zichzelf staand de vetste vind. Ja, gewoon. Zeker. Jij vindt dat ook? Ja, 100%. Ja? Ja, nee, letterlijk alleen de Nolan-trilogie is beter. Omdat het een trilogie is en dat is heel moeilijk. En die trilogie klopt gewoon van begin tot eind. En, en de cirkel is ook rond. En ik vind dus mooi afgerond. Batfleck heel vet. Ik ook. Als Batman. Maar hij heeft niet de film gekregen die hij had verdiend. Klopt, inderdaad. Dus daarom, maar ik vind het dus in het gegeven waar hij weet je, in de Justice League daar die leider in principe speelt, vind ik heel vet. Maar deze Batman is zo anders. Want dit is gewoon letterlijk wel Robert Pattinson's Batman. Het is een emo kid. Weet je, hij heeft een fucking slobberige trui aan. Hij, letterlijk, ik vond de Bruce Wayne niet cool. Ik vond Bruce Wayne zo fucking brutal. Ja, ik vond hem echt niet cool. Nee. Ik vond hem echt niet cool, maar dat kan. Ik bedoel, ze hebben daar gewoon overduidelijk voor iets anders gekozen dan dat. Ik vind het dus daarom. Het is echt Robert Pattinson. Het is bijna de Twilight Batman, omdat hij soort van hij is die emo kid. En ik vind normaal gesproken de billionaire playboy philanthropist. Ja. Die Bruce Wayne vind ik niet tof. Kijk, dat vind ik altijd kut. En ik vind dit is ineens soort van zit hij inderdaad in de kelder en is hij een fucking recluse die het niet leuk vindt om naar buiten te gaan en wat dan ook. En dat is ik identificeer me precies met deze fucking dude. Maar daarom zeg ik van, het is een stijlkeuze. Ja. En dus ik kan het respecteren, want het is niet slecht gedaan. Maar ik haal altijd juist van, hij heeft een dubbel leven. Ja. Dus hij is Bruce Wayne. Ja. En hij is Batman. Dat is hij niet. Nee, hij is Batman. De Batman. Ja. Bruce Wayne staat letterlijk in het teken van Batman. Zijn hele leven. Hij doet niks anders. Nee. Hij kan letterlijk niet eens naar buiten omdat de zon te fel is. Weet je wel? Gewoon omdat hij amazing. Alleen hij maar... Doet, maar dat bedoel ik. Daar is ook ergens een nod naar Twilight. Weet je? Dat hij inderdaad gewoon bijna die vampire is. Die gewoon zijn zonnebrilletje opzet. Weet je? Nee, maar that's me, dude. Dat is het hele ding. Weet maar je? Ik hou van het dubbelleven dat hij juist heel erg de playboy en filantroop is. Om... In ieder geval de afleiding van Batman af te houden. En dat die twee zo enorm gescheiden van elkaar zijn. En nu is hij een heir met geld. Maar hij is gewoon eigenlijk een detective. Want hij wil Gotham een beetje curen. Zoals het wel vaak nou, is met Batman. Nee, hij wil niet... Nee. Hij wil dat niet eens curen. Nee. Hij wil gewoon beuken. Ja. Hij wil gewoon beuken. Hij is vengeance. De stad is gewoon aan de kloten. En hij heeft zoiets van, weet je, ik trap iedereen die aan de verkeerde kant van de wet staat, trap ik gewoon helemaal dood. Ja, niet eens met het moraal inderdaad om de stad te curen. Nee, ik denk wel met in gedachten van, als ik al deze mensen gewoon iedereen die andere geweld aan doen, diefstal, overvallen, wat dan ook, gewoon als ik die mensen aanpak, het zal de stad niet redden, precies maar dat. Maakt de stad beter. Dat, ja. En aan het einde van de film komt hij erachter, oh, het heeft de stad veel slechter gemaakt, mijn insteek. Is dat zo? Oh, dude, je hebt het niet eens meegekregen wat de fucking film was. Want de film is echt heel vet gedaan, namelijk. Ja, nou, dat is ook het ding. De story is niet zo on the nose. Helemaal niet eigenlijk. Hij maakt namelijk een verandering mee. Hij zegt letterlijk, I am vengeance, toch? Ja. Dat is zijn ding. De wraak van de stad op mensen die shit fout doen. Ja. En de Riddler denkt dat hij samenwerkt met de Batman.
Ja. De Riddler denkt niet dat de Batman achter Riddler aan zit. Nee. De Riddler denkt van, hij volgt mijn dingen op. Want, laten we inderdaad dat om gedeelte mensen te van... venten. En letterlijk op het einde zegt een van die guys ook, want de Riddler heeft volgers, die zegt ook, I'm vengeance. Ja, en toen is het vervangen. En in één keer, hij realiseert, fuck, wij zijn hetzelfde. Ja. En ik bedoel het vanuit het goede, maar die man ook. Ja. Want, weet je, er zijn geen good guys in deze stad. Er zijn geen fucking good... Misschien Commissioner Gordon, maar voor de rest zijn er geen fucking good guys in deze stad. Ander ding inderdaad. Want, ik heb nog nooit zo'n... op het einde, met die confrontatie met Riddler, het moment dat de Riddler realiseert ook van, wat, we zijn geen team? Weet je wel? We hebben allebei een masker. We doen allebei onze wraak uitoefenen op deze stad. Om mensen die de stad verneuken te straffen. Ja. Want dat is wat hij doet. Iedereen die de Riddler heeft aangepakt, heeft iets gedaan wat niet kan. Klopt. Ja, maar daarom. Dat snap ik. Het is hetzelfde. En eigenlijk zijn die mensen erger dan die de Batman aanpakt. Want de Batman pakt in dit geval gewoon straatrovers aan, dat soort dingen. En dat is inderdaad een beetje het ding. De main bad guy van de film is de Riddler. Maar omdat hij dus een vigilante is, hij realiseert zich op een gegeven moment, hij is ook een vigilante. Alleen we hebben weer andere ways. Ja, en hij is op een gegeven moment is hij een puppet geweest van. En dat is natuurlijk heel grappig dat je de hero... Niet bewust, maar dat hij inderdaad gewoon een puppet was in het spel van de Riddler. Want ook de Riddler, en dat geldt eigenlijk voor bijna elke character. De Batman, Alfred, Jim Gordon, de Riddler, Penguin. Al die characters zijn zo substantieel anders dan in alle andere Batman dingen, dat ik ook nu vind ik de Dark Knight Trilogy en Batman Forever bij wijze van op elkaar lijken, omdat deze shit zo anders is. Natuurlijk een beetje, hè? We zijn hier een podcast aan het maken, maar ik bedoel... Ik zit te denken, maar... Vind je dat niet? Weet je, de relatie met Alfred. Alfred is nu een fucking bijna een voetveegje. Tot op een gegeven moment er een soort van epiphany is en ze elkaar heel erg waarderen ineens. Maar het is niet de guy die. Ja, het is altijd wel de guy die helpt. Maar hij treat hem een beetje, weet je, als een voetveeg. Ja, ik vond het echt zo vet dat ze allebei hetzelfde waren, Riddler en de Batman. Ja, ja, je wilt toch even terug. Ja, nee, maar de afkomst was hetzelfde, weet je wel. Wat zijn vader heeft gedaan, wat de invloed daarop is op hun beiden. Ja. En zijn allebei slachtoffers van hun omstandigheden. En eentje in een ivoren toren. Ja. En eentje echt in de slums. Weet je wel. En toch weten ze elkaar te vinden. Nou, nee. De een weet de ene vinden. Ja, nee, maar ik bedoel van, want ze komen een paar de kruisen door het magnifieke plan van de Riddler. Maar de Riddler dacht letterlijk dat de Batman aan zijn kant stond. Hij heeft hem gewoon... Want op het moment dat hij er ook achter komt van... Ik heb de Batman, de Batman nodig voor zijn plan. Maar hij dacht dat de Batman ook met hem werkte. Dat ze letterlijk samen aan het werken waren. Ja, nee, maar omdat hij gek is. En op een gegeven moment realiseert hij van... Oh fuck, nee, hij is helemaal niet mijn teammate, weet je wel. Uiteindelijk pas. En dan zegt hij ook van, ik dacht dat je heel slim was. Maar je was gewoon naar mij aan het zoeken in plaats van die mensen aan het straffen. Hoe goed was Paul Dano als de Riddler? Fucking goed. Insane, toch? Ik vind het altijd heel moeilijk om zo'n personage neer te zetten. Als regisseur zijn? Nee, maar gewoon omdat je heel snel ga je naar Batman Forever shit. Met personages als de Riddler. En hij heeft er gewoon een 7 personage van gemaakt. Precies. Hij heeft Kevin Spacey ervan gemaakt. Dat bedoel ik. En daarom vind ik, daarom nogmaals, dit is 7 fucking met een fucking bat erin. Nee, maar hij heeft dit, op het eind zit, het is zo'n detective film, het is precies dat. Het is gewoon een film noir detective ding. Het werkt gewoon naar dat epische conclusie van, maar wat gaat hier precies, hoe gaat het precies played out, weet je? Ja. Uiteindelijk weet je wel, je ziet hem ook heel lang niet. Ten eerste, omdat je hem echt niet ziet, en ten tweede, dat je in dat masker, en op een gegeven moment pas zie je gewoon zo'n normale Paul Dano. Die schizofrene acting van hem. Af en toe een soort hij van is een heel beetje goed. En op een gegeven moment hele rare, harde, soort van manische outburst. Heel controlled. Vet. Ja, amazing. Hij stilt echt de show. Dat is grappig. Ja. Robert Pattinson stilt niet de show. Weet je wel? Hij is goed, maar hij stilt niet de show. Er zijn twee mensen die de show stelen. Nou, je hebt er nu eentje genoemd. De andere is Colin Farrell, man. Nou. Holy fucking shit. Ja, het is belachelijk knap. Hij speelt niet de show. Want dit is een beetje, het is niet de comic relief, maar ik vond hem heel goed. Hij
Hij zet de Penguin zo ontzettend goed neer. En hij is ook maar als een zo normale, charismatisch. En heel, zo'n ja. maffiabaas. En, dat, en weet maar je? Niet een... Dat bedoel ik. Het is niet ja, het is ergens heel erg true to the comics. Want comics zijn af en toe heel erg overdreven en on the nose. Maar ook juist heel, af en toe heel erg gritty en wat dan ook. En deze, dit is niet die beetje grote neus en wat dan ook. Nee, ja, je ziet bijna niet eens dat het Colin Farrell is. Merken ervan. Die ja, maar, is ook licht en shit. Ja, maar een klein beetje. Niet overdreven en kut. Nee, het is vrij gegrond weer. En je ziet niet dat het Colin Farrell is. En hij act inderdaad echt heel anders. Ja, dat is echt belachelijk inderdaad. Ja. Maar ik bedoel van letterlijk alleen al die eerste scène van Batman en de Penguin samen. Hij komt bij hem op zijn bezoek in de club. Ja. Weet je, die hele, de hele conversatie die ze hebben. Het spanningsveld wat ja. daar... Wat, maar het is wat veel meer een detective wederom. Alsof de detective maar, met de crook praat. En wel een soort van mutual respect. Of in ieder geval van ja, ik ga je nu niet gelijk doodmappen. Mutual respect, weet je wel. Ja. Inderdaad. En ik vond het heel goed gedaan. Ik vond hem echt... een van de sterren hier. En ik heb daar ja? echt van... Iedere fucking menu dat hij on screen was, heb ik er echt van genoten. Ook, want er is wel een puntje van kritiek. En dat is de highway zijn, chase. Er zijn meer puntjes van... Nee, ja, okay. De highway chase vond... Ja, weet je... Nee, maar daar vond ik het wel irritant. Want dat was gewoon... Dit is voor de film zo overdreven... Fast and the Furious ineens... Dat ik het... Ik snap het. Ja, maar dat bedoel ik. De hele chase had er niet in gehoeven. Nee, maar dat die trailer... Precies. Tuurlijk, zo. Onzin. Ja, maar dat snap ik. Op de milliseconden terwijl hij daar helemaal. Op volle snelheid rijdt. Precies maar die daarom jump voor hem. Full on Fast and the Furious. Maar überhaupt, ik zat deze chase te kijken. En af en toe, ja. afgezien van dat dit ook de coolste Batmobile is die ik ooit heb gezien. Maar die hele chase had er niet in gehoeven. Want daarvoor gebeurt er iets. Een soort van money deal. En weet je, crime lord families en wat dan ook. Fine. En die gaat wrong. En dan gaat hij er vandoor in een auto. En de enige manier om, of weet je, weet ik veel, om de Batmobile er even in te doen. Highway chase. En uiteindelijk heeft hij de Penguin te pakken. En verhoort hij hem. Ja. Zonder de highway chase, maar gewoon een soort van de Penguin die soort van de hoek omrent. Nee, kom hier terug. Had je op hetzelfde punt geweest. Dus die highway chase is alleen maar totaal onnodig. Maar daarom zei ik dat tegen jou. Er zitten helemaal niet zoveel actiescènes in als dat je denkt. Nee. En ik denk dat ze daarom deze erin hebben gezet. En ik vond hem dus, ik wilde hem, ik moest hem niet. En ik hoef hem nog steeds niet. Ik vond het al te overdreven. Wel, want je zei al, van er is fucking Fast and the Furious style, staat er ineens een beetje oenig. 5 vrachtwagens gaan erom en ineens inderdaad eentje springt die toevallig net over. Ja, doe even normaal. Maar dat vind ik gewoon een beetje oenig. Maar het matcht niet met de film. Nee, maar ik heb me er niet echt aan gestoord. Waar ik wel. Waar ik me echt aan heb gestoord is vooral de hele fucking weirde relatie tussen Catwoman en Batman. Ook, dat was punt 2. Ik bedoel, ja. Zo echt oprecht, Selina Kyle, Zoe Kravitz, hele vette Catwoman. En, ja, lekker gegrond ook weer. Ze heeft letterlijk een majaal over de kop getrokken. Maar en ook ze is de cat burglar echt ook. Ja, en ook de onthullingen die er worden gedaan wat betreft haar vader en hoe dat cirkeltje ook weer rondkomt. Ook met Bruce Wayne, wat dat betreft. Daarom, er zijn best wel veel storylines ook die heel veel worden behandeld. Ja, maar niet abundant, niet overdreven. Nee, allemaal miniem, maar je kan het precies aan elkaar knopen. Het is een detective. Het zijn elke keer puzzelstukjes dat, die onderweg maar het weer is, meeneemt. Dude, die film voor... Daarom nogmaals, hè, dit is ergens een superhero film, maar voor een superhero film is het zo fucking intricate gedaan. En ik vind het heel vet dat ze niet overal antwoord op hebben gegeven, want ja, op het einde heb je nog zoiets van, heeft Falcone nou ook Bruce Wayne vermoord? En dat laat ze een beetje in de midden. Bruce? Ja, of sorry, Thomas. Thomas Wayne. Ja, de vader van. Ja, nee. De, maar dat beantwoordde ze. En dat vind ik cool dat ze dat nog een beetje in de midden houden. Sommige dingen worden inderdaad niet helemaal uitgedetecteerd. Want op sommige dingen heb je gewoon niet altijd een antwoord. Nee, er zit er maar... Kijk, en Huey zei dat... Ik weet niet of je dat in dit item hebt. Maar ik heb hem een keer horen zeggen. Zei hij van ook in de comics en ook dus in de DC animated dinges. Is er... Dus ergens is het een given dat Catwoman en The Bat attracted to each other Tuurlijk, zijn. Maar dan kan je toch iets goeds voor bedenken? Ja, maar het was dus in plaats van een hele, weet je, overgedane love story, was het nu een soort van, nee, ze bekken gewoon 2 keer met elkaar, omdat ze... Maar echt vanuit het niets. Ja. Ik bedoel, er was geen chemie daarvoor. Ik bedoel, ze hebben chemie on screen, als in dat ze goed op beeld zijn. Ja. Maar ik had geen... Het was zo... Nee, het was weird. Het was een weird random kiss. Maar dat gebeurt dus inderdaad... Dat gebeurt wel vaker. Maar het is raar om dat een keer in een film op die manier te zien gebeuren. Nou, ik had echt zoiets... Het gebeurde... Ik had... Ja. Huh? Dit is alleen omdat het moet. Ja. Dit is alleen... Ik bedoel, het serves no fucking purpose. Nee. En er was geen enkele aanleiding ook voor. Maar oké. Maar ik bedoel, als dit is waarom ik moet zeuren...
Ja, ik dacht. Maar dus, ja, ik ben helemaal met je eens. It serves no purpose. Net zoals die highway chase. Want het had er niet in gehoeven. En sterker nog, heel Catwoman had er niet in gehoeven. Nou, ze was op een gegeven moment wel een toffe pawn in de play. Dus ja, ik wou het zeggen. Want op een gegeven moment, wanneer ze undercover gaat. En dan ook nog de revelatie dat Falcone haar vader is. Ja. En hoe dat kleine wordt revelatie ontwikkeld. Ja, daarom. Dus dat is inderdaad vet. De love story had er niet in gehoeven. Maar het is gewoon een given dat ze soort van weirdly attracted. Falcone is ook weer waar de paden tussen Batman en Catwoman kruisen natuurlijk. Ja, daarom. Ja. Dus het is oké, het is wel nodig. Maar dat hele random, dat vond ik juist namelijk, ja, het was overbodig. Maar ik vond het ook grappig dat je niet zo'n hele gezapige fucking love story. Nee, dat ze gewoon elkaar twee keer een kusje geven en daarna een soort van de andere kant op rijden. Dat gebeurt dus ook wel eens in de comics en wat dan ook. En dan, ja, ik vond het wel zeg maar, fris. Het was raar en onnodig, maar ook fris. Maar voor een film die zo in de details alles neelt, ook wat betreft connecties met elkaar, weet je, Gordon en de dingen, maar ook wat ik ook gewoon heel tof vond, en het is niet dat het in de eerste Batman film gewoon zo is, maar je hebt altijd zoiets van een volwassen man die zich verkleedt als een vleermuis om fucking straatovervallers tegen te houden. Dat is weird, man. Dan ben je psychisch niet in orde. Klopt, en is hij ook niet. Maar hij wordt door iedereen ook een freak genoemd. Ja. En weet je wel, er worden dingen nage... Gewoon omdat hij zich verkleedt als een fucking vleermuis. Ja, maar dat weinig... er zit niet per se waarom hij de vleermuis is. In zijn dingen zitten wel bats, maar niet, weet je, niet die hele on the nose soort van een shot dat hij als kind en dat er dingen omheen gaan. Nee, alles wordt in het midden gelaten en hij heeft gewoon een bad costume. Dat is een hele gritty fucking Batman. Maar er zit er toch ook wel humor in. Maar raar. Ja, wel heel... Maar gewoon subtiel. En ik vond het echt leuk. Gewoon, ja? Gewoon dingetjes zoals dat die politieagent freak. Ja. En dan ergens midden in de film, diezelfde politieagent komt Bruce Wayne tegen. Hi Bruce! Ja, ja, maar het was... En we hebben het wel vaker over dat soort dingen. Hey Bruce, ja. Tijdens Marvel films, dat we die comedy die af en toe soort van, weet je, even de comedic relief moet zijn. Nee, maar Marvel doet dat op kutmomenten. Op momenten... Ik vond het hier af... Ik vond het nog steeds heel off. Ik vond het niet unfunny, maar ik vond het off. Nou, het was een wat luchtiger moment. En bij Marvel is het letterlijk gewoon... Oh, het universum gaat nu ontploffen. Ik ga dood. Maar even hier een grapje. Ja, oké. En het is heel erg... Voor mij is het moeilijk omdat... Ja, ik vind het altijd misplaatst. Maar bij mij een grapje is een grapje. En als ik dan even gelachen heb, fijn. En dan ga ik daarna weer verder. Maar ik vond het hier omdat deze... Ik vond het nu eigenlijk bijna nog meer uit de toon. Omdat de rest zo fucking dark is. Zeg maar zoals Tony Stark altijd ook grapjes maakt in The Face of Evil. Alleen Tony Stark kan dat. Yeah. Maar in Marvel doet iedereen dat. Ja. Ja, nee, ik snap je ook. Ik snap heel erg, maar nogmaals... Nou, je bek nog. Nee, ik snap het, behalve dus dat, ja. Nee, ik vond het hier ook off. Omdat het zo'n, voor de rest zo'n andere toon film had. Nee, omdat het zo klein en subtiel was, had ik zoiets van, oké. Ja, er zijn 3 of 4 lachmomentjes. Die kan ik wel handelen. Dus je vond het goede jokes? Ja. Okay. Omdat ze niet too on the nose waren en grappig. En weet je, het is niet... Nee, hier is de setup random. En hier meteen de payoff. Nee, het was, hier was de setup. Ja. 5 uur later is de payoff, weet je wel. En dat kan ik dan wel hebben. Oké, nou dat is... Mag ik het dan hebben over mijn favoriete deel van de film, inderdaad. Afgezien van dat ik het af en toe wat te lang vond. En dat vind ik nu niet meer. Want dat is ook waar de film zo sterk in is. Is ten eerste de introductie. Dus dat er van mensen op straat worden geknuppeld. Weet je, wordt in elkaar gedonderd. En op een gegeven moment hoor je... En op een gegeven moment, 10 seconden later weer. Oh, die voetstappen van hem. Maar die hele film draait om de fucking suspense van Batman's fucking boots. Ja, ook wanneer je hem op Colin Farrell ziet aflopen. Wanneer die auto op de kop ligt. Je hoort alleen maar die gespen en die boots. Ja, ja. Ja, maar dude, het begint letterlijk, denk ik. Dus er wordt iemand afgetuigd. En op een gegeven moment hoor je dus dat. En dan kijken mensen om. En dan hoor je nog een keer een stap. Dan gaat het shot, nou, ik denk wel 30 seconden naar een zwart corridor. Ja. En op een gegeven moment, heb je zoiets van, zie ik hem nou? Daarom zei ik tegen jou, de review vond ik goed gedaan. Omdat maar dude, insane. De meeste films laat het meteen zien. Want het was letterlijk of van, die komen ze aan in een soort van, weet je, uit de hemel. En soort van bad wings en wat dan ook. Ja, nee. Maar ik bedoel, je zag een donkere steeg. Maar dit, je hoort inderdaad de laarzen. Dan draait de camera en dan kijk je naar die corridor inderdaad. En meestal
stapt meteen iets uit de schuil. Maar het duurde een halve minuut voor mijn gevoel. Ja, waarschijnlijk 10 seconden of ja, zo. Het kan ook een minuut zijn, weet ik wel. Maar het was amazing. Want je voelde die belager. Weet je, okay, wat gebeurt er? Want hij had net daarvoor dat idioot coole betoog ook over een soort van fear is a tool. En weet je, al dat soort dingen gezegd. Dus hij was ineens fucking the bat. Weet je, en zonder dat je dus uitlegt wat ze fucking, waarom je gefascineerd is door bats en wat dan ook, zet je zo'n coole character neer. En dus er zitten heel veel meer van me. Op een gegeven moment, waarom ten eerste mag hij bij alle police investigations zijn? Dat is ook gewoon a given. Want hij is geen politie. Door Commissioner Gordon. Ja, maar Commissioner Gordon heeft zoiets van, deze guy moeten we erbij hebben. Hij is geen politie. Hij heeft eigenlijk geen autoriteit. Commissioner Gordon weet dat hij al 2 jaar geholpen wordt. Ja, weet ik. Maar de police force heeft zoiets van, maar wat is die freak weer? Maar dus ook de hele tijd, in plaats van dat hij dan in discussie gaat, hij zegt de hele tijd niks. Ja. En hij loopt gewoon heel rustig zo, loopt hij gewoon te kijken en de mensen op de achtergrond, bla bla bla, waarom doen ze deze freaker? Het is zo cool hoe weinig je eigenlijk af en toe zegt in die film. Ja. En het is zo'n soort van, ja, weet ik van, charismatisch gaat niet is het verkeerde discussie, woord, man. Maar bedoel, nee, he doesn't even give a weet fuck. Je, hij is daar om die fucking shit op te lossen en meer niet. Dat, ja. Het is, ik vind het zo knap gedaan. En het is ook wel, hij heeft hetzelfde loopje af en toe als volgens mij Val Kilmer's de Batman. Die heeft ook zo'n een beetje dat rechte soort van loopje. Nee, maar dat hij heeft, en die zegt af en toe ook, zegt die weinig. Val Kilmer's de Batman. Die is ook vrij stil. En dat vind ik ook. Dus dat deed me een beetje. Volgens mij was het een beetje knipoog naar die, denk ik. Maar gewoon dus de manier waarop hij gewoon inderdaad een stille, grumpy, gritty emo detective is met een batsuit aan de hele tijd. Het is amazing. En de fight scenes zijn fantastisch. Ik bedoel, je voelt gewoon wanneer die mensen echt helemaal de grond in trappen. Buiten beeld, hè? Want het is PG-13. Ja, ik wou het zeggen. Maar, ik heb het niet eens. Nou, het is randjes. PG-13, maar ook de moorden, weet je. Het zijn 7 moorden. Een aantal hele lugubere. Ik denk dat we met de Blu-ray release of whatever nog wel een paar... blood. Ja, hopelijk wel extra blood. Een paar smerige scènes misschien nog wel aan toegevoegd worden. Maar, want er gebeurt iets met de rat en de kop. We zien rat in een buik, ja. Nee, kop. Is het zo? Zit zo hoofd zit in een rat. Oh, dacht dat ook een buitding was. Nee, dat is weer een andere film. Ja, okay. Want daar zet ze inderdaad een andere film? Een van andere... andere film. En dan zet ze een emmer erop. En dan gaan ze die emmer vervangen. En dan, dan kruipt hij inderdaad door zijn buik. En nu is het in zijn mond inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ja, maar ik bedoel, je krijgt niks te zien. Nee, iedereen, nee, maar dat is erom. Dat is de, weet je, hoe noem je dat? De power of imagination. Ja. Dat je het niet laat zien. Fine. Maar sterker nog, dat werkt voor die film. Ja, werkte heel goed. En jij zei inderdaad, en daar wilde je op een gegeven moment op terugkomen, maar dat je de cinematografie niet zo goed vond. Nou, weet je en wat het is? Omdat Nolan... Hij is namelijk amazing. Ja, ja ik heb het echt moeten laten bezinken. Gewoon omdat het compleet anders is. Als wat ik normaliter prefereer ook. Ik dat hou van hele clean shots. Ja. En Nolan was er daar bijvoorbeeld ook een van. Vooral, weet je, die wide shots over überhaupt de stad, maar ook waar ze vechten in Siberië of waar de fuck het ook was. Dat en weet ik veel, zelfs in de tunnel kan hij een gevoel van een soort van grootsheid en actie en wat dan ook. Zonder dat het dus die Fast and Furious bullshit is, maar inderdaad gewoon heel, ja, het is zijn stijl. En dat is ook en vet. De reden waarom ik dat zei is gewoon, het is gewoon omdat ik hou van hele clean cinematografie, maar dit is een hele gritty cinematografie. Noir. En en een aantal hero shots vond ik wel heel vet. Nou, keer ook, hoor. Jongens. Überhaupt in de hairshots, als je hem niet ziet. Nee, in de fucking corridor. Het was gelijk hoekt. Ze gaan naadloos over. Kijk, bij die reveal is dat heel erg goed gedaan natuurlijk. Maar op een gegeven moment vecht hij ook daarboven tegen Riddler's volgertjes. En dan tak, tak, tak. En dan denk ik, hij beweegt. En staat de camera. En die choreografie is zo perfect. Ja, ja. Weet je, ik denk, wauw. Er zit ook een shot in op een gegeven moment. Dan is hij echt downed. Dan denk je van, oké, hij heeft nu zijn laatste adem. Letterlijk dacht ik dat hij op een gegeven moment zijn laatste adem aan het uitblazen was. En toen zei ook Catwoman een soort van, het is oké. We zijn er. En op een gegeven moment is er nog een volgertje, zoals jij hem noemt. Ja. En op een gegeven moment pakt hij een... Dus je denkt echt van, oké, misschien gaat hij zo dood? Want het zou best een op zichzelf staande film hebben kunnen zijn. Nou, ik zie van, ja, hij had hier misschien best wel... Het past best wel in dit verhaal. Dat hij nu hier gewoon sterft. Vet was dat geweest. Ja, maar dat was het denk ik geen. Maar hij pakt een of andere rare groene substance. En die doet hij in zijn bad suit. En dat is gewoon een soort van full on adrenaline. En hij is zo.
een soort van super saiyan level. Ja. En gaat hij weer. En dat is het ding. Hij blijft maar gaan. En weet je, pijn. En dat heeft hij wel vaker, de bed. Weet je, pijn en dit en dat. Nee, hij get smacked around. En dan heb je zo, oh crap. En dan gaat hij, weet je. Dan doet hij weer iets, een trick. En dan gaat hij weer verder. Tot en met het eind dat hij inderdaad gewoon mensen uit een fucking, weet je, onderlopend ding aan het dragen is. Met fakkels en shit die ik nog nooit fucking op die manier zo ver gezien heb. Meeste kleurgebruik is fantastisch. Waar we Zack Snyder vaak credits voor geven, dat die shots weten maken die echt letterlijk uit de comicboek lijken te komen. Ja. Dat had ik hier bijna eigenlijk de hele film wel. Maar er zit dus inderdaad ook dus die een soort van rauwe noir rand aan die zoveel grittier is dan inderdaad heel veel andere dingen die we gezien hebben. Het is... En de soundtrack? Jezus. Nou, jij vond hem niet zo oké. Okay. Ook daar moest weer heel even... Gewoon omdat weet je, superhero movies die werken altijd een bepaald idee af wat een soundtrack dan moet zijn en hoe het moet klinken. Nolan had bijvoorbeeld ook een hele eigen soundtrack voor deze. En hier kwam die minder prominent naar voren als die hele... Voor jou? Nee, voor mij? Als die hele bombastische shit van Nolan bijvoorbeeld. En hier was het... Ik kan niet meer eens de Nolan soundtrack nu voor me halen. Ja, de muziek. Het is bijna hetzelfde als Inception, weet je wel. Altijd die... Die hele bombastische dingen, weet je wel. En het is vet hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar hier, ja, het was... Want ik zag de trailer laatst weer. Toen voelde ik toch weer die muziek. Ik weet niet, zit de trailer zit daar ook? Want wat ze hebben dus gedaan. Wanneer je dat rode Batman logo samen ziet komen. En dan hoor je de Batman thema wat ze hebben geschreven voor deze film. Nou, dat hebben ze dus niet. Dat is volgens mij, ik weet niet of we het nu over hetzelfde hebben. Maar wat ze dus in deze film hebben gedaan. En ik heb dat ook, mijn kop een belofte als ik erover nadenk. Ze hebben twee nummers gepakt. Ave Maria bedoel je. Ja, maar ze hebben twee nummers gepakt. Ave Maria. Gewoon Ave Maria. En... Something in the Way van Nirvana. En daar hebben ze een eigen adaptation. En daar zijn ze op voort gaan borduren. Dus de film soort van af en toe komt ineens de Ave Maria melodie. En soms ook, weet je, op een andere manier. Maar op een gegeven moment van, wacht, dit komt van Ave Maria. Ja. Maar helemaal geëvalueerd. En hetzelfde gebeurt heel veel met de twee eerste noten van Something in the Way van Nirvana. Een soort... Ja, maar die hele film is dat. En ik vind het, fucking cool. Maar het is letterlijk het tegenovergestelde van bombastisch. En dat is wat ik mee bedoel, ja. En die hele film is het, in principe er zitten wel wat action scenes. Maar die hele film is dus intricate en niet zo bombastisch. En dus, maar dat ze ook, ik vind het ook zo cool van de composer dat hij heeft gedacht van nee, ik ga, want hij heeft wel zijn eigen team. Want ik heb dus de hele week al de fucking soundtrack op repeat. Maar hij heeft zo'n knappe mix gemaakt van dus die twee nummers en zijn eigen, er zit wel namelijk wel wat bad-themed, gewoon echt symfonische shit in. Ja, die vind ik heel vet gedaan. Ja, maar het komt dat altijd is niet vanuit. Bombastisch. Nee, het is vrij. Nou, er zit er wel wat als je dus de hele soundtrack gaat luisteren. Dat niveau ook. Het heeft niet die uithalen. Nee, klopt. Nee, dat klopt. Het blijft altijd ingehouden, broeierig. Ja, heel ingetogen, ja. Nou, jongen, ik vind het zo fucking knap. Dat hij zijn eigen trots ook opzij heeft gezet. En het vanuit twee hele bekende nummers een soundtrack is gaan maken. Die ook gewoon clearly past. Want op een gegeven moment begint Paul Dano, begint Ave Maria te zingen in die film. En dus hoe vaak, hoe meer ik heb dus de hele week heb ik hierover nagedacht. En elke keer ontploft mijn kop hoe vet dit is. Ja, nee, ik vond het echt fucking awesome. En inderdaad, Paul Dano, weet je, hij heeft al zo'n weirde kop op het begin. En het sluit perfect aan bij dit karakter. Ja, ik weet ook, voor de rest, alles wat ik erover heb willen zeggen is wel op. Ja, denk nou, ik. Het was gewoon een hele vette film. En ik denk dat je aan ons enthousiasme kan aflezen dat het echt heel bruut was. Ja, ik probeer nog te bedenken of ik het durf om een uitspraak te doen over hoe goed ik deze superhero film vind in vergelijking met andere films. Ik kan één ding. Dit is, en Joey zei dat ook, dit is de Batman film waarop hij heeft ooit zitten wachten. Ja. Dit is gewoon vooral een soort film waarvan ik niet wist dat die zou komen. Namelijk, ik hou van detectives. Dat zeg ik altijd. Ik kijk al die shit de laatste paar jaar, wat dan ook. Ik hou van superhero shit. Ik hou van gritty dingen. En dit is de combinatie van al die stuff. Dus op zichzelf staan. DC, alsjeblieft, blijf. Op dit pad verder gaan. Want weet je wat, als je Marvel wil namaken, ten eerste, het gaat je niet lukken. Het heet ook Detective Comics, hè? Dus dit is wat ze moeten doen. Ja, maar het gaat je niet lukken. En ten tweede, we willen niet meer van hetzelfde. Nee. Dit is iets compleet anders. Ja. En misschien vind ik het zelf nog wel cooler. Nou, dat is dus wat ik wil zeggen. Ik denk dat ik deze film,
los. Los, ja. Vetter vind dan een losse. Dan denk ik eigenlijk bijna elke Marvel-film los. Ja, dat is het ding. Ik kan Endgame natuurlijk niet zien met de 10 jaar en 22 films daarvoor. Endgame mag je niet vergelijken met Reach the Batman. Simpelweg, dat is een payoff van 20 films. Maar stel dat zou er niet zijn, dan blijft er ook trouwens heel weinig over van een film als Endgame. Dus het gewoon een leuke actiefilm. Ja. Maar dus daarom inderdaad, ik denk dat ik deze. Maar betekent dat dan dat we dit eigenlijk de beste fucking superhero film ooit vinden? Laat ik het zo zeggen, genuanceerder. Dat vind ik op dit moment, zeg mijn gevoel, ja. Losstaand. De beste fucking superhero film. En het is niet eens een superhero film. Dat is het ding. En daarom is hij dan misschien het best. Maar ik denk dus, dat zegt mijn gevoel nu. Qua DC, voor mij 100%. Full on, ja. Kijk, en MCU is MCU. En nogmaals, al die films dragen bij aan MCU. Het is één entiteit. Ja. En als ik dan één film er los van ga uitpakken, dan is Matt Reeves de Batman veel vetter. Maar dat is ook niet wat de MCU is. Nee, daar ben ik het mee eens. Dus dan is het is tegenwoordig moeilijk te vergelijken. Maar dat we er überhaupt op die manier over nadenken, is denk ik al, zegt inderdaad al zoveel. En dat is gek, want eigenlijk is het geen superhero movie. Maar nee, jongens, ik vind dit zo fucking bruut. Dit is denk ik. Ja. Nou, wat ik al zeg in de video, het is denk ik de opzet voor een nieuwe trilogie ook. Batman heeft een grote verandering doorgemaakt in deze film. Want op het begin is hij Vengeance. Ja. En hij ziet dat hij met zijn Vengeance is iets negatiefs. Ja, precies. Dat hij daarmee de verkeerde mensen inspireert. En dat Gotham. Want dat is het ding, ja, hè? Slecht blijft. Er bestaat 2 jaar lang Batman. Ja. En wat wordt er al gelijk duidelijk? Er is 2 jaar lang Batman. Crime is alleen maar erger geworden. Ja. Ja. En hij lost shit op. Ja. Maar het is alleen maar erger geworden. Precies. Maar dat komt door I Am Vengeance. Ja. Nu die verandering heeft hij doorgemaakt. Dus ik denk dat we de volgende film. Ja, maar er zitten dus heel veel. Die verandering zit er inderdaad in zijn eigen persoonlijkheid. Maar het is ook in de relatie bijvoorbeeld met Alfred. Dat vond ik ook heel mooi om te zien. Hij had wel dood moeten gaan, man. Wie? Alfred. Nee, ik vond dit heel mooi. Luister, maar alles wat de Riddler deed, dat was. Ja, spot on. Perfect. Ja, ja. Ja, maar het was niet, hij was niet bedoeld, hè? Dus. Nee. Maar hoe heet het? Nee, het pakketje waarvoor dat. Ja. Alles heeft hij perfect uitgevoerd. En dan dit was zo sloppy gedaan. Ja. Dat kon haast niet door de Riddler gedaan worden. Ja. Wat, dan had Alfred gewoon dood moeten zijn. Laten we heel eerlijk zijn. En ik had ook het idee dat ze dat hadden gedaan. Dan had ik ze extra credits gegeven. Nu deden ze een soort van Star Wars The Rise of Skywalker Chewbacca'tje, weet je wel? Weet je? Ja, Chewbacca is dood! Nee, maar hij is nu dood. Blame it, want zo stupid was het niet. Hij is al zijn herinneringen kwijt aan al zijn vrienden. Oh nee, toch niet, want hier is een backup. Nee, ik vind het anders. Want in het begin heeft hij zoiets van, Alfred, toevallig zit hij hier in mijn huis en ik moet hem eigenlijk niet zo heel erg. Hij werd wel gedist, ja. Ja, maar de hele tijd tot dus het feit dat hij bijna dood was. En toen zei, dat is ook dus de change die Batman ook, dat is denk ik een zij beetje begrepen elkaar change. Ook niet. Nee, ze begrepen elkaar niet. En sterker nog, misschien nog steeds niet. Maar op een gegeven moment zei hij van, ik had alles van me afgeschud. Weet je, fear, alles. Ik had alles van me afgeschud. En ik heb jarenlang niet meer. Ik had gedacht dat ik nooit meer de fear zou voelen van iemand kwijtraken. En dat ging dus over Alfred. Ja. Daardoor is hij juist, denk ik, veranderd. Van vengeance naar, weet ik wel, redemption of zo. Maar, door Alfred. Hij had gewoon dood moeten gaan. Nee. Ja, wel. Wat, nee, maar dan had hij nog bozer geweest, bewijzen van. Nee, als hij dan dood was gegaan, dan had hij juist vol extra vengeance. Dan had je niet die scène moeten maken. Want, weet je, de Riddler was zo perfect in alles wat hij deed. Ja, oké. Okay. Behalve dit. Ja, sorry. En de fucking highway scene en de kus. Oké, er zijn 3 fucking dingen die ze minder. Maar de Riddler, die was niet verantwoordelijk voor de highway scene. Dat is eigenlijk wat ik probeerde te zeggen. Dit is. Ik zou het geniaal willen noemen. En ik denk ook dat het voor heel veel mensen die superhero shit helemaal niks vinden, wel een insane vette fucking film is. Ja, het was subliminal. Ik denk als je niet van superhero films houdt, kan je dit ook gewoon prima kijken en dan is er niks aan de hand. Deze film heeft, en we doen, ik kan het niet over cijfers hebben, maar deze film. Het is gewoon vet, Christus. Wat wil je nog meer weten? Nou dan? Maar het is beyond vet. Er zijn, na deze show gaat HBO dus, en jij zegt van, daar was je net een beetje mee aan het afsluiten, dus laten we hem nu een beetje afsluiten, maar je zei van, dit gaat een nieuwe trilogie worden, dat weet ik niet. We hebben op een gegeven moment een paar weken geleden gezegd van, Matt Reeves wil inderdaad een bad first. De sequel die schijnt al redelijk in kan en kruis nu te zijn. Oké, want dat wist ik niet hoor. De film doet het als het goed is, doet het heel goed. Sterker nog, het wordt waarschijnlijk de nummer 2 best grossing movie tijd of pandemic post-pandemic. Terecht. Na Spider-Man dus. En natuurlijk op het einde wordt al een nieuw karakter geïntroduceerd. Ja, je hebt gelijk. De Joker. En we hebben nog. Oh nee, dat klopt. En er waren namelijk een paar loose ends.
En daar kunnen we het nu even... Er zijn namelijk 12 shows die DC en Warner aan het maken zijn. Oh, ik wil nog even zeggen. Op het einde wordt dus de Joker geïntroduceerd. En ja. Dat is Barry Keoghan. Ja, die kutkop die ook in fucking The Eternals zit. Ik haat hem zo hard. Ja. Dat is erg, dat is niet erg, want je wilde de Joker haten. Dus. Nee, ja, maar daarom. Maar hij heeft iets weirds en verknipt. Dat ik denk... Het is gewoon een kutkop. Ja, maar hij heeft een verknipte kutkop. Ja. Dat mag gezegd worden. Maar ja, Paul Dano misschien ook. Niet dus. Te veel geld mee, dus maakt niet uit. Ja, Paul Dano, exact hetzelfde. Ja, ja. Al haat ik Paul Dano zeker niet. En deze gesmolten fucking... Nee, maar Seymour Hoffman, hetzelfde, weet je wel. Ja, maar die heeft iets likables. Deze guy heeft nul likables. Behalve dat ik hem zo als fucking I Am Vengeance gewoon op zijn gezicht wil rammen. Hij heeft nul likables. Ik wil hem op zijn gezicht rammen. Nou, ja. Klinkt als een goede kast. Klinkt als een Joker. Ja, nee, fair enough. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dus ik denk dat hij het wel gaat doen. Ja. Beetje weird geïntroduceerd. Het wel. Het kwam heel anders over dan dat je zou verwachten van een Joker. Ik vond het heel tof. En hij gewoon ook een soort van high five city stijl te lachen in fucking Arkham met de Riddler. Nee, ik vond het heel omnious. Die hele film is omnious. Dus. Ja. Maar er zijn dus nog een paar andere characters die we dus waarschijnlijk terug gaan zien op HBO Max. In de film van bijvoorbeeld series zoals ook The Peacemaker. Want ik weet namelijk dat de Penguin krijgt zijn eigen show. Ik wist niet of jij dat al wist. Ja, ik las het net. Which is amazing. En ja, Jim Gordon krijgt ook een eigen show. En die vond ik helemaal tof. Want dat betekent dus dat ik nu een detective serie ga krijgen. In Gotham. In een hele vette fictieve... Ik vind niet dat al deze mensen bij Marvel en DC mogen werken, man. Je mag één van de twee. Niet allebei. Ben ik het mee eens? Ja, ik bedoel, dit slaat nergens op. Waar mogen al die mensen dit doen? Ja, ben ik het mee eens. Want hij is de Watcher in Marvel. Nee, ik vind hem een hele tof acteur, maar inderdaad, het moet of ben ik... Ik weet niet waarom dat is, maar het is ook kind. Gordon was hij wel, hoor. Ja, daarom. Hele toffe. En ja. Dus die krijgt zijn eigen serie. De Penguin krijgt dus Colin Farrell. Nogmaals, hele vette fucking character. Die krijgt zijn... Ja, maar hij wordt gewoon dus de Rise van de Penguin. Ja. Hoe hij een crime lord wordt. Nou ja, dat kan super brut zijn. Dat komt vaak. Het is HBO quality. Weet je? Maar dat zou wel direct als sequel dan zijn, toch? Prequel is het. Is het een prequel? Het is een prequel. Want hij heeft niet de macht in de film. Hij is nog een crime lord. Hij, een van de bewijzen hij drie. Hij gaat letterlijk... Nee, want hij is een soort van bitch nog van Falcone. Die is nu dood. Ik denk dat hij daarin gaat stappen. En dan is hij de crime lord. Dat kan ook. Ja, oké. Maar dat is denk ik waar dus film nummer 2 ook over gaat gaan. Naast de Joker Riddler team-up. En ik denk... volgens mij is dus de serie The Rise van de Penguin. Oké. Okay. Jim Gordon weet ik niet wat het is, maar dat is vet. En er zijn nog tig. Want ook Matt Reeves namelijk is bij beide betrokken. Volgens mij en J.J. fucking Abrams. Lees eens inderdaad wat hier allemaal staat. Want ik heb het nu dus niet voor me op mijn papiertje staan. Maar ja, die serie... jij, want ik weet niet wat okay. Er hierover gezegd moet worden allemaal. Bedoel ik. Even kijken. Gotham PD. Ja, dat probeer ik inderdaad. Daar staat niet bij inderdaad dat het... Ja, Matt Reeves will follow up his Batman movie with an HBO spin-off set in this world. Dus Matt Reeves gaat dat doen. Nou, fucking amazing. Ik wou net zeggen, dat stemt me in ieder geval... DC won't stop when it comes to Gotham PD. Als het gaat om Batman comics, want HBO Max gaat ook The Penguin doen, waarin Colin Farrell, Oswald Cobblepot, became such a powerful crime boss. Nou ja, jij vond hem niet powerful, klopt inderdaad, maar... Ja, hij was echt een side bitch. Ja. En dat vond ik juist wel vet. En hier staat er dan niet bij of inderdaad Matt Reeves, ja, of die er echt bij betrokken is, of in ieder geval niet misschien J.J. Abrams, maar het is inderdaad een prequel. En dan hebben we een serie die heet Dead Boy Detective, nou ja, whatever, maar zit er iemand bij? Dead Boy Detectives. Het is denk ik een serie. Oh ja, dan heb je Batman the Caped Crusader. Die hebben we al eens langs zien komen in onze Batman special. Ben ik heel benieuwd naar. Dat is dus een samenwerking van HBO Max Cartoon Network met Matt Reeves en J.J. Abrams die daar fucking dat reimaginen. Zij doen dat samen. Insane. Dit voelt toch gelijk meer als een fucking DC universe waar je wel excited van kan worden. Ja, ja, ja. Een Batverse. Ja, ja. Daarom zeg ik, ik vind dat die films kunnen allemaal een eigen cinematic universe hebben. Doe dat vooral. Vooral als wanneer het vet is. Maar ga niet alles aan elkaar proberen te rijgen. Want je merkt dat werkt bij jullie niet zo heel erg goed. Nou, je hebt dus Teen Titans, whatever. Dat kennen we wel. Batwheels. We hebben Val Zod. Wat volgens mij gaat over de Black Superman. Volgens mij wordt dat een animated serie. Dan heb je Madam X. Ik heb laatst... laat ik daarmee beginnen inderdaad. Je hebt Justice League Dark. Dat is al een film. Daar gaan ze nu een live-action versie van maken. Dat gaat dus Constantine... Deadman, dus een geest letterlijk. Zatanna, wat dan ook. En dus Madam X. Madam X krijgt een eigen serie. Constantine krijgt een eigen serie. Die is er al. Die is niet tof. Maar deze is van J.J. Abrams.
Dude, wat er gebeurt hier gewoon Marvel magnitude ja, shit. Ja, er is zo fucking veel. Dat is echt niet normaal. Er is alleen nog één film. Een Green Lantern live action unit. Niet met Ryan Reynolds. Niet met Ryan Reynolds, inderdaad. Maar nee, er is ook niet zo heel veel over bekend volgens mij. Maar. Er is alleen één Batman die ik echt nog heel graag aangekondigd zou willen zien worden. En dat is Batman Beyond. Dat lijkt me echt amazing. En dat kan nu ook gewoon. Weet je, je hebt natuurlijk gewoon Michael Keaton. Als hele ervaren grumpy Batman. Ja. Kan je daar neerzetten. Ja. Old Batman, gaf in de cyberpunk wereld. Nou, dat is compleet anders wat we tot nu toe nog hebben gezien. En cyberpunk is ook fucking vet. Ja. En dan hebben we ook alweer een nieuwe Batman waar je ook meer vrijheden mee kan hebben. Ja, dat. Ja, maar ik bedoel dus met al deze shows erbij. En met hoe vet dit was. En ook hoe vet de Joker was. En ook wel de redemption van de Snyder Cut. Begin ik echt super fel ineens. En daarom wilde ik ook wel veel hebben over DC in deze aflevering. Gewoon omdat ik krijg er steeds meer gevoel voor. Ook omdat ik juist nu de comics, als ik comics lees, dan zijn het altijd Batman en DC comics. Ja, dat is echt meer jouw ding. Ja, geworden ook de laatste, weet ik wel, paar maanden. Dus ik begin steeds meer daarvoor te voelen. En juist met dit stemmen echt super hoopvol. En nogmaals, dit is een van de fucking vetste films ooit. Jesus Christ. Ik vind het vetter dan Dune, bijvoorbeeld. Wat was me voor vetter dan Nomadi? Ja, dit is nogmaals, film van het jaar. Ook Dune kan ik niet daarmee vergelijken, omdat Dune is echt letterlijk part 1 van 2. Gaat het niet vetter zijn dan deze fucking Matt Reeves' The Batman. Dat weten we niet. Zeker. Ik ben er confident over. Je bent heel positief gestemd, dat is iets anders. Maar ik bedoel, we weten het wanneer part 2 er is. En dan kan ik oordelen of het vetter is. Nou ja, nogmaals, conclusie. Laten we Dune niet vergelijken met Batman. Ik bedoel, fuck yeah, Batman. Ik ben obsessed. Laten we dat het is fucking stellen. Ja. Ik denk dat we daarmee ook aan het einde zijn. Ja, man, ik heb honger van deze nerdcast. Ja, ik heb ook honger, maar we moeten gelijk eigenlijk al einde van de week blijven doen. Ja, over een kwartier. Dus moeten we even heel snel heen en weer in en iets voor tevreden. Niet over een kwartier. We hadden al een kwartier geleden moeten beginnen. Dus laten we een kwartier nog een keer uitstellen. Dan zijn we een uurtje te laat. Yes. Ja, thanks voor deze film. Warner Brothers, Matt Reeves, Koos voor het bespreken van deze film. Yui voor het zien van deze film. We hebben echt lang deze film besproken. Deze fucking film. Deze review duurt bijna net zo lang als de film zelf. Dat zegt wat. Jezus Christus. Yes. Thanks. Fijn weekend, jongens. Ciao, ciao.